Oké, als je alles wil weten over YouTube Cash Cow kanaal en hoe ik meer dan 100.000 euro per maand verdien, zorg dan even dat je heel de podcast kijkt, zodat je precies weet hoe jij moet beginnen hiermee. Welkom bij aflevering 112 van de Lotgenoten podcast. Mijn naam is Koen Stam en naast mij zit Jaro Knoppert. Wij zijn de host van de Lotgenoten podcast en we geven jou tips, tricks en insights voor ambitieuze ondernemers. Daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen YouTube agency voor bedrijven om 10x te gaan met je aantal klanten op YouTube zelf. Maar daar genoeg over, want we hebben vandaag weer een hele toffe gast tegenover ons zitten die daar veel meer over kan vertellen. Over YouTube gesproken. Ja. Over YouTube inderdaad. Ja. Ja, ja. Niet zomaar YouTube. Juist. Wanner. Leuk dat je er bent vandaag. Ja, korte introductie voor mensen die misschien nog niet weten wie jij bent. Jij bent een van de YouTube automation experts van Nederland. Ja. Ik denk zakelijk gezien misschien wel een van de meest succesvolle. Ja. Dus misschien niet de grootste coach, maar qua eigen business volgens mij heel groot, zover ik weet. Ja. Jij hebt naast dat je mensen helpt ook zelf hun YouTube automation op te zetten, natuurlijk zelf een grote YouTube automation business. Daar vertelde je net al een beetje over. Echt honderden miljoenen views. Het gaat goed. En daarnaast is het ook wel grappig. Jij hebt bijvoorbeeld ook Madelon Vos, die veel mensen zeker wel kennen, geholpen om haar YouTube kanaal te optimaliseren. Dus dat is ook wel leuk voor mensen om te zien. Voor ons ook leerzaam. Wij zijn uiteraard ook bezig met ondernemers helpen beter gebruik te maken van YouTube. Dus leuk om het daarover te hebben. Maar vandaag willen we heel specifiek al de mensen die steeds meer cash cow langs zien komen, want op Instagram zie je steeds meer mensen en cursussen oppoppen en iedereen is tegenwoordig YouTube cash cow expert automation, of YouTube King. Automation expert juist. Ja, nee, het is een heel leuk vak en het is relatief gezien gewoon heel makkelijk om in te stappen. Het is niet heel moeilijk. Het enige wat je nodig hebt is gewoon wat kapitaal om mee te beginnen. En voor de rest, moet ik ook zeggen, het is niet al zo moeilijk. Eigenlijk bijna iedereen kan het. Het is gewoon goed onderzoek doen, één goede niche vinden, één goede video en je bent er. Het is een hele andere vak als e-commerce of dropshipping, waar het dan is van goed product vinden, hele websites opzetten en doen. En dit is gewoon van, luister, je zet een kanaal op, je betaalt iemand 25 euro voor een banner, een logo. En je gaat gewoon langzamerhand beginnen. En dan zijn er bepaalde strategieën die je toe kan passen. Wat wij sinds kort nu ook doen. Wij hebben dan eerste kus heb ik toen gereleased. En dat was toen gewoon met een webcam. Dat was echt zo shit als het niet zijn kon. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Iedereen die daar gekocht heeft, was ook super goedkoop. Maar het was meer gewoon een testje. Maar ik kreeg er zoveel positieve feedback op dat ik zat van, moet het gewoon beter maken. En even een korte beschrijving over mij. Ik doe YouTube eigenlijk sinds ik 6-7 jaar ben. Ik ben begonnen met RuneScape filmpjes. En aangezien deze mic heel goed is, zal ik een voorbeeld geven. Het was dus echt dat ik boeken op elkaar deed stapelen. En dan had ik een camera opgezet. Yeah. En dan was het echt van, hi everyone, and welcome to my RuneScape money making guide. I'm going to be teaching you how to make 1 million GP per hour. Ja, en dat is gewoon hoe ik begonnen ben. Ja, en vanuit daar gewoon steeds meer zelf gedaan. Toen ik 13 was, nog best wel groot geworden met Minecraft Hunger Games. Toen ik 14 was, toen kwam Pokémon Go uit. Dat heb ik dat opgenomen. En 14? Ja, 15, 16. Ja, toen het echt uitkwam, is dat echt... Zo lang geleden alweer, hè? Ja, dat is echt lang geleden. Echt waar, joh. Ja, ik denk dat ik of 15 of 16 was die tijd. Maar dat ging echt hard. Ik pakte toen 200.000 of 400.000 views per video in Nederland. Dus dat was ook gewoon met mijn eigen gezicht erop. Alleen kregen we op een gegeven moment zoveel fans langs het huis eigenlijk. En dan hadden mijn ouders iets van, dit vinden we niet meer tof. En toen heb ik ooit voor de grap Vines nog gebruikt. En dan ben ik gewoon Sportfines gaan uploaden op mijn kanaal. Ja, dat kreeg nog steeds even veel views. Maar ja, die video's maakte ik in 12 minuten. Ik deed gewoon downloaden en downloaden, downloaden. Alles was copyright, alles was gewoon fucking illegaal. Ik deed achter elkaar plakken en verdiende honderden euro's. Dus ik had zoiets van, ja, waarom de fuck doe ik nog zelf YouTube? Ja. Toen was het een beetje makkelijk gemaakt. Dus, snap ik wel, man. Het is wel grappig ook. Je ziet ook best wel veel YouTubers die, bijvoorbeeld vloggers, dat soort dingen, die dan de resultaten zien van cash cow kanalen. En dan echt keihard roepen, onmogelijk, dit kan helemaal niet. Want ik maak ook zoveel vlogs en kijk hoeveel views ik heb. En kijk wat we gek. Ik heb al vaker die discussie gezien. Dat is interessant om te zien dat die eigenlijk geen idee hebben wat er op YouTube gaande is. Nee. Ze weten wel hoe ze moeten vloggen, maar vlogs qua CPM is gewoon helemaal ruk. Ja, stelt niks voor. Vooral niet in Nederland. Nederland is 90%. Nee, dus je kunt 1 miljoen views pakken op een vlog. Ja. Of 100.000 op een video over crypto of whatever. En letterlijk 10 keer zoveel verdienen, zeg maar. Ja, klopt. Het is echt een wereld van verschil. Ja, en het is natuurlijk ook het verschil in als je het praat over een persoonlijk kanaal, vooral in branddeals. Want als je gaat bijvoorbeeld naar gaat kijken of een Gio verdient of een Jade verdient, ja, dat zijn ook gewoon tonnen. Ja. Maar het is gewoon, je herkent het gezicht, dus je koopt het product makkelijker omdat je het vertrouwt. En daarin zit dat verschil van, hey, luister, we hebben gewoon een hele lage CPM, maar we bereiken wel een hele grote doelgroep. En daarin zit dat verschil eigenlijk. Ja. Als we kijken naar, je hebt echt honderden miljoenen views gefixt. Je hebt miljoenen euro's omgezet en verdiend echt met YouTube zelf. Ja. En
Oké, we zeiden het net al, maar hoe kun je zeg maar in, en daar gaan we de hele podcast wel over doen, maar in gewoon 5 stappen rustig uitleggen hoe je dat perfect kan gaan doen. Is goed. En tussendoor gaan we natuurlijk wel dieper gewoon in op jouw verhalen en zo. Helemaal. Maar ik vind dat namelijk heel erg interessant, man. Ja, hoe jouw gedachtegang erin gaat. Ja, is goed. Ik zal ook gelijk even een geheim weggeven van onze strategie. Dat is wel een heel mooi begin, omdat dit eigenlijk een risicovrij begin is. Het is niet helemaal volgens de regels, daar ga ik wel eerlijk in zijn. Maar ik zeg altijd, dat moet je gewoon doen op eigen verantwoording. Maar laten we dan daarmee beginnen. Nou, allereerst een korte introductie. YouTube Cashcow kanaal is gewoon heel simpelweg gewoon een kanaal waar geen gezicht aan gebonden zit. Maar dat kan van alles zijn. En ook al zeg ik, zit geen gezicht aan verbonden, betekent niet dat je iemand anders kan inhuren om wel hun gezicht te laten zien. Bijvoorbeeld een van de niches waar we ook groot in zijn is bijvoorbeeld make-up. Nog steeds een Cashcow kanaal. Ja, maar ik ga mezelf niet ondersmikken met make-up. Maar het werkt wel. Nou, dus je hebt heel veel voorbeelden ervan. Bijvoorbeeld how-to-video's is een heel goede voorbeeld ervan. Tesla-video's, SpaceX. Tegenwoordig Formule 1 doet het ook heel goed als cash cow zijn. Ja. We hebben een student nu, die is 3000 subs. En hij pakt bijna 100.000 weergas per video. Die groeit als een moker. Gaat echt nergens over. Vraag aan jou. Ja. Stoïcisme. Ik zag dus laatst een video voorbij komen. Noemen ze verschillende onderwerpen voor cashcow channels. Ja. Toen zag ik ook stoïcisme langskomen. Omdat dat steeds vaker wordt opgezocht. Maar heel weinig video's over zijn. Stoïcisme is? Stoïcisme. Dat is een filosofie van verschillende mensen in het verleden hebben dat toegepast. Zoals de keizers van het Romeinse Rijk. Of Griekse filosofen. Om buiten het geloof om soort van regels aan jezelf te stellen hoe je een gelukkig leven kan leiden. Oké, interessant. Ja, dat soort video's, personal development video's kunnen het heel goed doen in dat opzicht. Maar zelf ben ik daar niet echt in thuis in dat stukje gedeelte. Oké. Ik weet wel dat er geschiedenisvideo's zijn en geschiedeniskanalen die heel groot zijn. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad Alternative History. Ja, die is keihard. Ja, die vind ik echt ook heel dik. Ja, die is bijvoorbeeld ook een van mijn favoriete YouTubers, Jake Tran, die gewoon over alles praat. Ja. Luister, we praten over een heel ander perspectief. Van wie zijn nou de mensen die geld verdienen aan zo'n pandemie bijvoorbeeld. Van ja, wie zijn dan echt de grote baas, om het zo maar te zeggen. Dat is grappig. Dat is bijna een soort van baby tussen een volledig personal branded account en een cash cow account. Want Jake Tran is wel met zijn gezicht, maar heeft heel veel, naar mijn mening, cash cow-achtige aspecten volgens mij in de video. Alleen zijn outro. Zijn outro is gewoon van het persoonlijk stukje. Daarom ken je hem. Is ook heel goed. Is een hele goede vriend van mij. Ik praat echt veel met hem. Ja? Dus, tof. Ja. Hij was laatst bij Andrew Schultz in de podcast. Man. Oh, echt? Ja, man. Ja, ik weet niet of je Andrew Schultz kent, maar ik ben een groot fan van Andrew Schultz. Ja, ik heb nog geen tijd gehad om te zien, maar ik praat echt bijna dagelijks met hem op Insta. Het is echt een hele chille gast. Ik was hem tegengekomen in Los Angeles bij VidSummit. Ja. En daar ben ik eigenlijk alle grote YouTubers tegengekomen. Ik heb dus heel veel connecties kunnen leggen. Cool. Okay. Dus, leuk. Niet wat je heel vaak hoort namelijk. Want oké, tenminste, Nederlanders. Nederlanders, tegenwoordig is het zeg maar Dubai en Bali. Ja, maar, letterlijk de 2 plekken waar ik woon. Dus dat is altijd heel mooi om erin te hebben. Precies. Ja, 500.000 euro huis in Bali, toch? Ja, klopt. Ja. In Dubai, heb je daar een huurhuis of heb je daar ook iets gekocht? Nee, gewoon papieradres. Dus daar ben ik gewoon heel eerlijk en open in. Dat is gewoon een adres. Het bestaat wel, maar het is gewoon daar geregistreerd met heel veel andere bedrijven. Ja. En dat is gewoon super voordelig. En dan maar iedere 180 dagen moet ik terug naar Dubai. Mm-hmm. Voor de rest, ik ben ook best wel vaak in Dubai hoor. Dus je hebt ook echt gewoon alles te zitten. Als jij hier naar tandarts gaat, dat kan ik niet. Ik moet echt naar Dubai vliegen om naar de tandarts te kunnen gaan. Ja, precies. Te kunnen doen. Ik heb natuurlijk wel, als er nood is, natuurlijk voor mijn reisverzekering in Nederland een keer terecht. Maar het is niet de bedoeling dat ik activiteit in Nederland heb. Maar daar heb ik voor de rest gewoon helemaal niks. Als er nood is, als jij ontsteking hebt, dan moet je vliegen naar Dubai. Ja, letterlijk. Ik heb een amandelinfectie gehad. En opgezwollen dingen. En dan moest ik letterlijk voor naar Dubai toe. Ja. En dan ben ik 5-6 dagen in Dubai met meerdere afspraken. En dan heb je het weer gehad en dan ga je weer weg. En dan ben ik weer klaar voor 180. Is de ziekenzorg een beetje goed in Dubai? Even heel random vraag. Ja, echt veel beter als in Nederland. Ja. Dat is echt een understatement. Mensen denken altijd van Dubai van, oh, dit is een vrouwenhatenland en het is heel slecht. Alles daar is beter geregeld dan Nederland. Ja. Ik kan geen één ding opnoemen wat Nederland beter heeft, dat Dubai niet heeft. Ja, misschien het weer, als je wat van wat koude weer houdt. Maar voor de rest, het feit dat ik niet vermoord word als ik iets steel. Dat vind ik op zo'n. Ja, okay, maar de bedoeling is dat je niks steelt. Dus, dat is waar. Dat is waar. En stelen is trouwens geen moord. Stelen gaat je allemaal af. Oh, dat is prima. Dan kan je 2 keer stelen. Ja, precies. Ja, 2 keer een Bugatti is toch 2 Bugatti. Ja. En we liggen handen weer rond. Alleen die, ik wilde zeggen, na die tweede kan je niet meer rijden. Maar, En in Nederland ben je rijk. In Dubai ben je een klein speler. In Dubai ben ik een hele kleine speler. Ja. Even nog een hele rare vraag. Hoor. Maar stel je voor dat je beide armen mist in Dubai en je steelt iets. Bijvoorbeeld een tas, je pakt hem met je handen en je rent weg. Dan als je gepakt wordt, dan gaat het gewoon je hand eraf. Ja, maar die ben je kwijt al.
Zeven voor je hebben al geen armen. Ja, dat was... RN. Ja, ga zo mee om. Ga zo mee om. Gaan benen en je tong eruit. Ik ga hem gewoon slaan. Oké, ja, doe het er verder toe. Ik was gewoon even benieuwd. Van. Hoe gaan ze dat doen? Ik heb geen idee. Okay. Maar, hoe ga je stelen? Ja, dat ga ik ook al. Van die Naruto-run, toch? Ja. Maar dan zonder arm. Alleen zonder armpjes, van die kleine puntjes. Ja, mooi. Oké, nou, sorry. Was even een hele spin-off in één keer. Ja. Wat ik wel interessant vind, is van... Oké, je hebt dus de geschiedenis-guy op YouTube die... al die filmpjes maakten, zeg maar, het tussenspelen van echt je eigen gezicht gebruiken en cash cow. Ja. Gebruikt echt zijn personal brand. Dan zie je dat zeg maar, een einzelganger is. Het is iemand die het gewoon in zijn eentje doet, misschien inmiddels wel met een team om zich heen. Wat je dus ook steeds vaker ziet, is dat bedrijven echt de waarde van YouTube in gaan zien. Daar kan ook een combinatie van met je gezicht erop staan en een cash cow channel worden ontwikkeld natuurlijk. Ja. Hoe zie jij dat voor je? Als bedrijf zijn als Casco kanaal, dus eigenlijk zonder gezicht. Kijk, ik ben er wel altijd van en dan ben ik gewoon heel eerlijk in. Als je een bedrijf hebt en je wilt gezichtsbekendheid bouwen, het zit in het woord. Gezichtsbekendheid. Ja. Met Coolblue heb je de mensen, met Jumbo heb je de advertentiemensen. Je hebt altijd een gezicht dat terugkomt. Maar bijvoorbeeld voor een Casco kanaal, kijk, ik kan bijvoorbeeld ook een Casco kanaal maken over Casco kanalen. En daarmee dus mijn brand gaan promoten. Ja. En dat is bijvoorbeeld een heel uniek iets om dat te doen. Want het is wel voor je brand meewerken. Het is zonder een gezicht. En dan kan ik bijvoorbeeld één keer in de vier weken kan ik een video maken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de top 5 niches van deze maand. Mm-hmm. De andere video geef ik van 5 tips die je wel moet doen, 5 tips die je niet moet doen. En dan één video is random. Waardoor je mij bijvoorbeeld beter kan leren kennen. Terwijl ik gewoon dat doe met visual content bijvoorbeeld. Dan kan je alsnog op de achtergrond blijven. Maar toch, een cash cow kanaal groeien. En nogmaals, de CPM erop is ook gewoon bizar. Dat is gewoon €17. Dat is nice. We lopen heel erg op de zaak vooruit, want we hadden het over de 5 stappen. Ik ben heel benieuwd, want we hebben het nu al best wel uitgebreid over wat dingen. Wij weten ook wel iets van cash cow, omdat we daar natuurlijk veel bezig zijn op YouTube. Ja. Maar iemand die nog helemaal niet bekend is of denkt van, nou, dat klinkt eigenlijk allemaal best wel tof. Ik kijk zelf veel YouTube, ik zou daar best iets mee willen doen. Waar begin je bij het starten met een cash cow kanaal? Ja, nou, laten we dan weer overgaan. Eerst wat je gaat doen is eigenlijk echt daadwerkelijk zoeken voor een gat in de market. Dus iets waar wel veel views liggen, maar niet te veel competitie. Als je heel veel competitie hebt, dat kan. Maar dan moet je hele goede video's gaan maken en dan gaat je kosten gewoon omhoog. Dus ik heb altijd iets van, kijk gewoon naar dat specifieke plekje wat precies in het midden ligt in die sweet spot. Als je een sweet spot raakt, dan ben je binnen. Gewoon zo simpel als dat. En het kan van alles zijn wat je kan bedenken. Ik had laatst iemand die had het gewoon over robots. En niche waar ik nooit op heb gezocht. Want dan denk je eerder aan tech en dat soort dingen. Maar dan gewoon puur robots. Maar dan toch gewoon 60.000, 70.000 views per video. En dan denk ik van... Ja, dan mag ik wel de grote masterbrein zijn achter de cash cow dingen. Maar op sommige dingen kom ik ook gewoon niet. En dan heb ik zoiets van, ja, met respect dat je gewoon €350 per video pakt. Ja, super mooi. Ja, zo deed man. Dus sowieso wel met technologie, toch? Van als je denkt aan robots of aan virtual reality of augmented reality... Of iets, zeg maar, want je hebt nu, zeg maar, met NFT. Je hebt zo'n gast op YouTube, die doet dus... die heeft zo'n virtual reality poppetje. En dan kan je dus... Met kan je dus zien dat hij in zo'n virtuele wereld zit. Maar ook gewoon in het echte wereld. Dus in de virtuele wereld is hij letterlijk karakter. Ja. En met de echte wereld beweegt hij zo. Ik weet wie je bedoelt, maar ik kan ook niet op de naam komen. Nee, maar dat gaat dus helemaal viraal. Met die blauwe guy. Ja, die soort van avatar look. Ja, precies. Die avatar look. Ja, dat heb ik ook lang zien. Maar dat is gewoon 2 miljoen views voor een video met 10 CPM. Ja. Precies. Easy 20k. Maar ik ben heel benieuwd, hè, want heel veel van die kanalen zijn Engels. Grote deel, omdat de CPM hoog is in Engels sprekende landen en West-Europa. Dus waar we in ieder geval als tweede taal vaak goed Engels kunnen. Ja. Maar kan je bijvoorbeeld ook een Nederlands cash cow kanaal beginnen? Ja, maar er is bijna geen punt in. Zoals we toevallig in het begin zeiden van Gio en Jade. Het is gewoon 90 cent CPM. Ja. Dus ook al dan moet je 70.000 views pakken per video om alleen maar break-even te spelen. Als je video €60 kost bijvoorbeeld. Meestal is dat €45, €50. Moet ik wel zeggen, natuurlijk in Nederland kan je heel makkelijk mensen vinden die video's kunnen maken. Ook gewoon kinderen in dat opzicht. Dus je kan ook gewoon 14, 15 jaar die toevallig een goede stem hebt. Een keer vragen van, hey, kan je voor een tientje opnemen? Ja, dan kan je misschien voor €30 per video klaar zijn. Maar dan moet je nog steeds 35.000 weergaves behalen. Wil je je geld gaan terugverdienen. En als je het nou doet op bijvoorbeeld op crypto's? Nederlandse uitleg over crypto? Ja, dat is dan bijvoorbeeld al iets meer winstgevend. Dan ga je meer richting Madelon kijken inderdaad. Dus dat is ook een leuk iets om later over terug te komen. Maar dat is gewoon een sweet spot waar als je genoeg traffic hebt het waard is. Maar dan kom je nog steeds aan als je dat als cash cow methode doet. Ja, Nederland is heel erg gezichtsverbonden.
Ja. En daar ben ik gewoon persoonlijk van mening vandaan. Ook om natuurlijk als influencer zelf in die wereld gezeten te hebben. Dat is gewoon bijna niet interessant. Ja, als Madelon Vos, ik weet dat haar voor haar heel haar business is. Maar dat komt omdat ze een gezicht heeft. Als ze geen gezicht zou hebben, zou ze niks verkopen. Mm. Als ze alleen maar van die ad revenue afgaan, dan kan ze misschien net rondkomen. Ja. Ja, ik weet dan ook wel toevallig hoeveel ze verdient. Want ik heb die analytics gehad, ik heb in haar kanaal kunnen zitten. Maar daar kan ze in ieder geval rondkomen. Niet met z'n tweeën, nee. Nee. Dat gaat ze niet redden. Nee, snap ik wel. Maar die CPM is wel al, om het te illustreren, in Nederland beter. Dat merken wij ook. Ja. Onze CPM is niet een euro of 20 cent. Logisch. Zeg maar. Wij halen nog een decent bedrag als een video hard gaat, zeg maar, de uitdrukking van, het is niet pennies. Ja. Nee, dat is zeker niet. Het zijn geen pennies. Nee, je wordt er niet rijk van. Hè? Maar zeg maar, het zijn wel tientallen, soms honderden euro's per maand. Zeg maar. Dus dat is op zich nog decent voor. Het is totaal niet onze focus. Nee, dat kan niet je focus zijn. Want dat gaat... dan ga je niet lang volhouden. Nee. Dan hadden we nu één microfoon gehad, verder niks. Ja, precies. Eén mic. Eens in het midden zo. Ja, met z'n drieën en dan taxi. Ja, gewoon naartoe halen. Erin fluisteren. Ja, nee, leuk. Nee, duidelijk. Dus je gaat eigenlijk op zoek naar een niche. En dus echt een unieke niche zoeken. Want dat is eigenlijk best wel hetzelfde als bijvoorbeeld dropshippen en dat soort dingen. Je kan gaan concurreren met alle grote jongens. Maar dan zul je gewoon van betere huizen moeten komen. En als beginner precies. Is dat gewoon nauwelijks te doen. Ja. Maar met zo'n niche... Is het dan gewoon een video uittesten? Is het 3 video's uittesten? Mooi dat je het zegt. Waar dus ook onze strategie in komt, is dat we eigenlijk tegenwoordig beginnen met een shorts kanaal. Oké. Waarom? Shorts laat heel makkelijk zien en het is zo goedkoop om uit te besteden, dat je daardoor eigenlijk al de markt kan testen. Ja. Want als je shorts video's na bijvoorbeeld 2 maanden of 3 maanden niet ver wil gaan en je post 5 video's per dag, want je kan gewoon heel veel shorts posten. 3 maanden? Ja, 2-3 maanden lang ongeveer, zeg maar. Maar als je echt momentum aan te krijgen bent, dan weet je al van, hey luister, ik kan echt beginnen met een cash cow kanaal. Ja. Omdat je dan eigenlijk vanuit jouw community tab, dat is een speciale tab op YouTube die je hebt, die eigenlijk gewoon bedoeld is meer of meer voor cross-promotie of het engagen met je audience. Ik zeg altijd dan heel simpelweg, en dan zeg ik ook in mijn cursus van, als je een poll gebruikt, dan ben je aan het engagen met je audience. Maar als je een afbeelding gebruikt, dan ben je iets aan het promoten. Ja. Maar afbeeldingen doen het super goed en daardoor krijg je heel snel kanalen groot. Een heel makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld, stel voor je begint een quizkanaal. Je uploadt allemaal shorts, letterlijk vanaf TikTok of waar je het ook vandaan pakt. En je repost op shorts en je krijgt ineens bijvoorbeeld 200, 300.000 weergaves per dag. Wat nogmaals voor shorts echt niet onmogelijk is. Het is iets wat je binnen een maand voor elkaar kan krijgen als je gewoon een goede niche vindt. Nou, dan heb je dus die traffic en heel veel mensen gaan ook naar je kanaal toe omdat ze nog meer willen zien. Nou, wat kan je doen? Je kan dus zeg maar op jouw hoofdkanaal, waar je dus daadwerkelijk jouw cash cow video's uploadt, kan je een afspeellijst instellen. En dan kunnen ze zeg maar, op het moment dat ze op je kanaal komen, komen ze niet tussen jouw shorts feed terecht. Maar ze komen dan terecht op de echte 10 minuten quiz video's. Mm-hmm. En dan hebben ze gelijk heel veel keuze om uit te kiezen. En je kan natuurlijk ook nog in je shorts gewoon zeggen in de comments telkens van, wil je 10 minuten quizzes spelen? Klik dan deze link. En dat is gewoon een YouTube link. Dus het blijft in de app. En dat is gewoon wat YouTube wil hebben. En dan kan je gewoon giga veel promotie doorsturen. En ja, dan krijg je een cash cow kanaal groot in dagen. En is dat dan hetzelfde kanaal? Of je hebt los een shorts kanaal en je verlinkt eigenlijk continu door naar dat shorts kanaal? Waarom? Ja. Kijk, voor de kijkers denk je misschien oké, boeien, maar... Ja. voor onszelf is dit een belangrijke info. Dus fuck jullie. Fuck jullie voor ons is het belangrijk. Jaren zei altijd, doe het altijd los. Ik zei van, ja, maar YouTube en shorts, dat komt op een gegeven moment wel bij elkaar. Dan is het juist weer kut als we 2 kanalen hebben. Ja, maar het leuke is, dat roept YouTube al 2 jaar. Maar YouTube is gewoon heel traag in wat ze willen uitbrengen. Ja, super traag. Ze hebben net nu recent die tab toegevoegd dat je wel in je video's kan selecteren of je alleen video's of shorts wil zien. Echt sinds de korte tijd. Ja, dat is nog geen 2 weken oud. Dat is nieuw. Dat is super nieuw. Fijn dat het er langzamerhand komt. Het enige probleem is, en dat is ook weer een leuk voorbeeld, is wij hebben een deal gehad met Reaction Lab. Yeah. Die zit nu bijna op 800.000 subs. Mm-hmm. En die pakte gewoon op shorts video's echt makkelijk 3 miljoen tot 15 miljoen views per video. Op een gegeven moment. En dat ging zo hard. En toen zei ik van, luister, ik kan je daarmee helpen. Ik heb daar ook content van in die niche. Kan je daarmee groeien. En wat hebben wij ons alle twee gewoon heel duidelijk vergist erin. Want we zijn dus 10 minuten video's gaan posten op een shorts kanaal. Na 1 keer raden 3.000 views. Ja. En we hebben 700.000 subs. Als een persoonlijk kanaal zelfs. Dus niet eens een cashcam, maar persoonlijk. Niemand boeit het. En dat is gewoon het hele grote probleem. En daarom vooral in cash cow, voor jullie persoonlijke kanaal zou ik zeggen van, afhankelijk hoeveel je ervan post, zou ik zeggen van, als je er 1 per dag doet bijvoorbeeld, gewoon op je hoofdkanaal gooien, want het is je eigen content. Ja. Maar bijvoorbeeld als we teruggaan naar die quizzes, ben ik gewoon heel makkelijk. En als je gewoon weinig budget hebt, heel veel mensen maken die video's gewoon voor TikTok. Je downloadt het gewoon watermerkvrij en je gooit het gewoon op YouTube en je bent klaar. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Daar ben ik ook wel gewoon eerlijk in. Dus daarom zeg ik ook altijd van, gewoon op eigen risico. En het doel is ook niet per se om
monetized te raken op dat account. Want sowieso de CPM voor shorts is volgens mij 3 keer niks. Je verdient niks op shorts. Tenzij of de video specifiek gezocht wordt. En dan is het dus echt... We hebben onze topvideo, die is 70 miljoen keer bekeken toen. En die heeft 300 euro verdiend. Ja, precies. Ja, dus dan hebben we zoiets van... Zo 300 euro, hè? Ja, zeker zo waar. Zo 1/3 van de set van voor de podcast. Ja, kijk, als je dan 70 miljoen views, dan moet je er nog een paar keer over doen. En dan komen we erbij. Maar als je dan hebt over een hele set voor 200, 300 miljoen views, dan gaat het nergens over. Nee. Ja. Maar het grappige waar ik dan mee wil komen is, toen hebben we op Reaction Lab zijn we een kanaal gaan promoten. Een tweede kanaal van hem met wel zijn video's. En zijn community tab kreeg 20.000-30.000 likes. Dus dat is echt gigantisch veel. Maar hij kreeg gewoon minimaal 60.000 tot 300.000 views per video op zijn tweede kanaal. Dus die community tab is 100 keer krachtiger dan daar ook daadwerkelijk je 10 minuten video's te posten. Dus je test het met shorts video's. Heel simpelweg kan je via je telefoon uploaden. Het is echt zo simpel als je het niet kan bedenken. Dus je downloadt ze en je uploadt ze op YouTube Short. Zorg ervoor dat je een leuke titel hebt. Zorg ervoor dat je main woord waar het over gaat in ieder geval terugkomt in de titel. Zodat YouTube het in ieder geval een plekje kan geven. Tags, et cetera, kan je doen. Boeit niet heel veel op shorts worden of gepusht of niet gepusht. Ja, daar verschillen resultaten echt enorm in. We hebben mensen gehad die... Bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, Thomas, die was ermee begonnen. En die had in 3 dagen tijd zat hij op 300.000, 400.000 VGA's per dag. En dan weet je gelijk van de luister, niche werkt. Echt kanaal daarnaast beginnen. Huppakee, boom, bam. En je bent klaar. 2 weken verder later gemonetized. En dan de eerste dag komt het tevoorschijn 300 euro per dag. En dan heb ik zoiets van, ja, deze manier kan je gewoon eigenlijk gewoon gratis, min of meer, testen of het werkt in je audience. En als jij bijvoorbeeld op een gegeven moment 300 video's hebt gepost, want je post 5 short video's per dag als cash cow kanaal. Iedere short tussenin doe je 2 uur tussenin. Zodat ze wel wat tijd geeft, zeg maar. Zodat je en je kan het allemaal gewoon inplannen, dus je hoeft het niet... Ja. Dat is zo fijn. Hè? Ja, en het leukste is dat je kan gewoon een persoon uit India of Filipijnen inhuren. En dat is echt 15 per maand. En dan heb ik dollars, dus dan heb je ook 40 euro per maand. 5 video's per dag, 30 dagen lang plannen ze in. Eventjes een message naar Instagram. Ja. Waarom de fuck doe je dat nog steeds niet? Ja, dat je niet kan inplannen. Zo. Op Reels moet je nog steeds alles handmatig doen. Instagram kan je inplannen, ook Reels. Via Facebook. Als je Facebook connect aan Instagram, kan je het inplannen. Ja, via Business Suite. Ja, via Business Suite kan je het inplannen. Dat doen wij ook. Die deed het bij ons heel lang niet, man. Okay. En dat is met Facebook. Facebook glitcht zo vaak. Ja, maar Facebook is ook echt... Echt kloten. Wij hebben dan echt namen gekocht op Facebook. En we hebben ook echt een hele grote pagina. Gewoon, ik heb zeg maar facebook.com/satisfying. Mm. Dus satisfying content. Begrijp goed dat dat trouwens allemaal eigen productie is. Dus dat is een heel ander niveau van cash cow kanaal. Mm-hmm. Leuk om tussendoor te managen is dat ik letterlijk sinds gisteren heb getekend met Snapchat. Dus dat is wel heel vet. Dus dat is echt de content production site of dingen. Maar nog steeds volledig cash cow. En dat is gewoon gedaan met een kantoor in Rusland. Dus dat is echt super vet. Dus shout-out naar Regina. Je zal het niet verstaan, want je bent Russisch. Maar zij heeft echt geholpen met heel veel. Vodka. Ja, nee, dat is ook wel heel grappig. Als we bijvoorbeeld een hele goede maand hebben gehad, dan zeg ik van neem maar een vodkaatje mee op het werk. En dan doet iedereen een shotje op het filmpje. En dan heb ik zoiets van, ik ben echt een goede baas. Ik zorg echt voor mijn mensen. Ja. Maar terug te komen waar we het over hadden met de shorts en het hoofdkanaal. Als je dat gewoon zo promoot op die manier... kan je eigenlijk gewoon gratis testen. Of als je het wilt uitbesteden voor 2 of 3 maanden... ben je 150 euro kwijt. Ja, dan hebben we niet over de grootste investering. Nee. Dat is hetzelfde als 3 echte cash cow video's. Dat of 3 maanden lang testen. Ja, dan is de keuze snel gemaakt. Dan ben ik heel benieuwd naar jouw idee over het volgende. Of heb je een korte vraag? Hele korte vraag. Hoe snel zie je wanneer een kanaal niet werkt... en kunnen mee stoppen? Want 3 maanden is best lang. Voor shorts kanaal zeg ik eigenlijk van... doe dit een maand, misschien 2 maanden. Ja. Want 1, het is heel goedkoop om uit te besteden. Je kan ook gewoon 2 kanalen doen en kijken of de ene wel schiet en de andere niet schiet. Als je budget hebt voor 10 kanalen, kan je 10 kanalen doen. Want shorts en dan hebben we het dus over uit. 500 euro ongeveer. Ja, als je 10 kanalen doet. Maar dat is gewoon bizar dom. Dat is wel vrij extremistisch. Veel. Ja. Ik zou zeggen, als je echt het budget hebt, doe dan 2, misschien 3. Ja. Anders ga je ook veel te veel dezelfde video's spammen. Dat moet je ook niet doen. Ja. Want daar houdt YouTube ook niet van, want dan krijg je gewoon community guidelines, dan ben je ook weg. Ja. Dus, verschillende kanalen, verschillende niches? Ja, maar dat kan je bijvoorbeeld wel doen. Dat zeg ik ook tegen mensen van, luister, als jij twijfelt over 2, 3, begin gewoon in alle 2, 3 in een shorts kanaal. Ja. Doe dat voor een maand of 2 maanden, kijk of er eentje viral schiet. Ja, als er 1 kanaal goed loopt en je gaat beginnen met promoties, dan ben je ook klaar eigenlijk. Ja, leuk man. Oké, en dan ben ik wel benieuwd, dat is dan wederom weer de egoïstische vraag naar ons getrokken. Wij zien namelijk dat, kort gezegd, reels gaan vrij kut. Gewoon toch? Dat kan ik wel zeggen. De reels. Je hebt het nu over Instagram. Reels, wat zeg ik? Shorts. Shorts. Shorts, shorts presteren zeer ondermaats voor ons op YouTube. Dat betekent 30 views of zo. Ja. En mijn 300 tegenwoordig. Als ze het goed doen.
Maar nu, nou, laten we zeggen 300 van de 3.500 abonnees. Dus dat is echt best wel een klein percentage. Ja, vergeleken met TikTok is het echt zalig. Het wordt ook niet geboost in je subscriber feed. Nee, precies. Dus niemand ziet het. Het is gewoon 100% toegang. Ja. Dus traffic, zowat. Wat mij gewoon heel erg opvalt, is dat als ik door mijn eigen shortfeed heen scroll, ik zie bijna überhaupt Nederlandse content. Ja. Behalve de super viraalste Nederlandse content van Slam, Funix met 100.000 views, waarin QC, weet ik veel, iets grappigs zegt. Ja, precies. Dat deed mij concluderen. Ja, wij hebben natuurlijk best wel een niche van een niche, als het ware. Ja, echt ondernemers die meer willen weten. Ja. Dus ik dacht van, ja, hoeveel zin heeft het voor ons om shorts te posten als er maar een hele kleine doelgroep is die daadwerkelijk shorts kijkt op het platform? Ja, daar ga ik gewoon heel erg in zijn. Het heeft bijna geen nut. Nee, dat dacht ik ook al. Omdat de shortsvies wordt gepusht op basis van hoe viral kan iets gaan en hoe lang blijf je kijken. En in shorts is ook geen CPM-verschil. Dus een video dat ik hier een bottleflip doe met een glazen ding en het breekt en mensen vinden het grappig. Het boeit niet. Het boeit ook niet, maar dit kijken mensen veel liever dat ik dit kapot gooi. Ja. Dan dat makkelijke content dat meer is wat men kijkt. Dus educatiecontent wordt ook niet gepusht omdat ze daarop meer verdienen. Als shorts zijn er bijna niet. Tenzij het heel informeel moet zijn. Je hebt bijvoorbeeld natuurlijk wel van die basketbalvideo's van hoeveel heeft LeBron James gemaakt in zijn hele carrière. Ja, een soort van balans tussen die twee. Ja, dus dat is nog wel informational, maar nog steeds van luister, het is high entertainment. Dus dan zit je op die sweet spot. Maar dit is gewoon van luister, dit is met alle respect gewoon bijna geen entertainment, maar pure information. Ja. En vooral als dit een podcast is en je luistert, is het puur informatie, want je hebt geen eens visual beeld. Dus daarin heeft dat heel weinig nut, want het wordt letterlijk hetzelfde gebruikt als ik dit kapot gooi. Ja. Dus dan is de vraag, waar kijken mensen liever naar? Ja, natuurlijk, wij ondernemers kijken we liever naar een leuk feitje of een nieuw iets dat wij kunnen leren. Ja. Dan dat wij kijken naar hoe we een glas kapot gaan gooien. Ja. Ja, maar we hebben net gezien ook aan die satisfying video's. Ja. Zelf kijken we er nooit naar, maar ze gaan hartstikke hard. Viraal. Normaal. Het gaat echt hard. Ik heb nog nooit zo'n video in mijn leven echt bijvoorbeeld in mijn eigen feed gezien. Maar blijkbaar zijn er heel veel mensen die er naar kijken. Ja, en dat is ook een heel leuk niche ding. Is dat video's maken waar mensen mee kunnen slapen. Want onze kijktijd is sowieso hoog. Wij hebben gemiddelde kijktijd op sommige van onze kanalen gewoon voor 45 minuten. Ja man, dat geloof ik wel. Ja. Dus toen wat slaapliedjes. Nee, ik heb het echt over gewoon van zeg maar ASMR. Dus het is een heel, heel stomme niche, maar praatvideo's, storytelling. Bijvoorbeeld de eerste persoon die iemand inhuurt om make-up video's te maken met horror storytelling. Gegarandeerd, je gaat viral. Maar je moet wel iemand vinden die het goed kan doen. Die, dus zeg die maar owner gewoon die doet het nu ook. Die artiesten, die vrouw. Ja? Zij heeft de Moordcast. Volgens mij best wel een grote podcast in Nederland. Okay, vet. Maar zij heeft ook een YouTube kanaal dat heet iets van make-up en moord. Ja, titel is echt fucking lijp. Maar dat is dat zij opmaakt. En een verhaal vertelt over een cold case waar iemand vermoord is. Ja, precies. En dat werkt blijkbaar echt heel goed. Ja, maar dat kan echt hard gaan. We hebben er sommige video's in. En dan satisfying content en dan gewoon een verhaal eroverheen vertellen. Ja. Waar we gewoon alleen maar een voice actor voor inhuren. Ja, sommige video's zijn gewoon miljoenen keer bekeken. Maar dat verhoudt zich ook niet tot elkaar. Dus het is gewoon een verhaal, weet ik veel, een leuk blij verhaal. En daaronder gewoon satisfying content die er in principe geen reet mee te maken heeft, maar gewoon. Ja, mensen gaan alleen maar voor de audio. En nog steeds de kijktijd gemiddeld op die video's. Ook al zijn ze 20 minuten lang. Gemiddelde kijktijd is 7,5 minuut. Ja. Ja, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Wat ik zelf wel eens doe, is op een koptelefoon zo'n sleep story. En dan weet ik wel, Harry Potter in de trein ergens naartoe. Ik luister letterlijk het verhaal niet. Ik zet het gewoon op en het is vaak rustige muziek, rustig. Iemand vertelt, relaxed. Dan denk ik ook altijd, ik val gewoon een half uur in slaap. Kijk gewoon een half uur. Ja, Harry Potter heb ik letterlijk geluisterd ook. Een hele lange tijd voordat ik ging slapen. Ja. Gewoon echt, ik heb hoeveel boeken zijn het? 5, 6 of zo? Het zijn 8 volgens mij tegenwoordig. 8, ja man. Acht is nog opgedeeld in 2 stuks. Ja. Oh, niet het boek trouwens, maar de films. Nee, met de boeken. Dus 7 boeken. Ja. 7 boeken en 8 films. Precies, die 7 boeken heb ik allemaal gewoon geluisterd, man. Ja, echt allemaal. Super snel ging ik doorheen. Ja. Ja, het is toch leuk. Het is wel een ander verhaal als de film is. Ja, precies. Ja, dat is interessant, man. Doop. Oké, even opzommend. Je gaat dus op zoek naar een unieke niche. Ja. En dat kan wel zijn dat je zegt van, goh, crypto is een hele grote markt. Kan ik een markt in een markt vinden? Ja. Dus wat je net zei met robots bijvoorbeeld. Jij denkt eigenlijk voornamelijk aan tech, maar daarin zitten natuurlijk allemaal opdelingen. Dus daar voor mensen om wat inspiratie te geven. Ja, dus laat ik daar inderdaad even snel op neerspringen. Dus je hebt bijvoorbeeld de tech niche. En in de tech niche heb je dan niet alleen techs, maar je hebt bijvoorbeeld dan robots, Tesla, SpaceX. Al die kleine dingetjes die je kan bedenken die maar met tech te maken hebben. Yeah. Bijvoorbeeld letterlijk iPhone reviews, iPhone tutorials is ook nog steeds allemaal tech. En het gaat gewoon heel breed. Yeah. En als je niche down gaat, dan win je bijna altijd. Zelfs als bijvoorbeeld zeg tegen mensen, want veel mensen doen dat momenteel, omdat ik het heb gezegd, dat is wel heel leuk, want er gaan echt heel veel studenten in waar we wonen. Dat zijn die quizkanalen. Yeah. Nou, je hebt bijvoorbeeld soccer quizkanalen, je kan NBA quizkanalen beginnen, je kan een
quizkanaal beginnen over geschiedenis, over rekenen. En ja, er zijn serieus gewoon mensen die rekenquizzes opzoeken. Om gewoon sommetjes kunnen uitrekenen en te kunnen doen. Ja. Ja. Dus om te je oefenen, kan toch ook? Ja, om te oefenen. Bijvoorbeeld gewoon van test your math skills. Ja, perfecte video. Of ja. Test your song knowledge en dat soort dingen. Gewoon alleen maar van muziek. En als je muziek dan om de 7 seconden gebruikt, heb je ook geen claims, helemaal niks niet. Ja. Ja, dan kom je overal mee weg. Ja, en, geniaal. Mensen denken dan, die niet zoveel van Keyscout weten, van oké, ja, leuk, ik wist fucking veel informatie. Ik heb nooit... ik ben nooit naar mijn wiskundelessen gegaan. Maar ja, nu moet ik in één keer wiskundevideo's gaan maken. Kun je daar wat meer over uitleggen dat dat eigenlijk niet hoeft? Nee, het leuke van het cashcow gedeelte is eigenlijk dat je bijna niks hoeft te doen. Is dit stap 3? Zeg maar omdat we dat Laat ik even neerzetten. Dus stap 1 is inderdaad zoek een niche. En het liefst een niche in een niche, zodat je... goed kan testen. Gaan we nu gewoon naar stap 2? Stap 3 komt zo meteen wel. Ja, dan heb je dat gehad. Dan stap 2 is daadwerkelijk, hey luister, we hebben die shorts kanaal gedaan. Nu beginnen we echt met het cash cow gebeuren. Ja. Nou, wat komt er dan bij te kijken? Is je hebt een content creation team nodig. En dit kan heel ingewikkeld klinken voor veel mensen, maar het is het totaal niet. Want simpelweg, je hebt heel veel mensen die gewoon kant-en-klare pakketten verkopen via Fiverr. Dus je kan gewoon heel simpelweg intypen top 10 video cash cow op Fiverr. En je vindt gewoon gelijk mensen die een hele video kunnen aanleveren. Dus dan heb ik het niet alleen over... zeg maar, normaal gesproken bestaat het uit 4 onderdelen. Je hebt je scriptwriter, dus degene die onderzoek doet naar de video toe en de tekst zorgt dat die goed staat. Dan heb je de voice actor, die dus dan inderdaad een stukje van de video gaat overnemen. En dan gewoon met een audio. Nou, kan ik een stukje voordoen. Stel voor gewoon even de meest basis dingen, gewoon top 10. Dan heb je bijvoorbeeld van, hey everyone, and welcome to the top 10 most insane water slides. In today's video, we'll be discussing the most scaring and horrifying water slides you can currently visit. Nou, dan kan je gewoon zo'n stukje pakken. En dat is dus wat een voice actor doet. Nou, natuurlijk is de stem alleen niet genoeg. Dan ga je dus eigenlijk naar stap 3. Dan ga je naar de video editor. De video editor gaat er dan dus voor zorgen. Is dat dus die audio content die ik dus net opnam. Dus matcht met de visuele content. Zodat je daadwerkelijk blijft kijken en je aandacht langer kan vasthouden. En vooral, dat is het grootste gedeelte tegenwoordig op YouTube. Is de aandacht vasthouden. Alle social media platformen strijden voor aandacht. Nou, dan het laatste ding is van hoe kan je ervoor zorgen dat mensen op jouw video's klikken. Dat is je thumbnail. En je thumbnail moet ook gewoon heel goed zijn. Je kan de beste video ooit hebben. Als je thumbnail shit is, nobody gives a fuck. Want dan kijk je video toch niet. Exact. En daarvoor wil ik ook gelijk een leuk trucje meegeven. Aangezien hier meerdere mensen ook op de podcast zijn geweest. Een heel goed trucje is, als je thumbnail maakt en je hebt hem klaarstaan, is doe je hand over de titel heen. En kijk dan of jij nog steeds kan weten wat de titel is. Door alleen maar te kijken naar de thumbnail. En dan weet je eigenlijk al gelijk of je een goede thumbnail hebt of niet. En kijk gewoon in je niche. Dus voor deze video, kijk niet naar de titel. Kijk nog een keer naar de thumbnail, hoe de thumbnail eruit ziet. Ja. En raad nog eventjes wat de titel is. Ja. En als het goed is, als wij ons werk goed hebben gedaan, dan klopt het precies. Ja, en dan weet je gelijk waar je aan toe bent. Want als jij een thumbnail maakt wat er maar voor de helft mee te maken hebt, en ik klik op jouw video en je hebt het niet in de eerste 10 seconden er al erover, en dan klik ik alweer weg. Ja. En dan gaat je alleen maar je gemiddelde kijktijd gezakt alleen maar. En dan gaat het nooit wat worden. Maar het is mooi dat heel veel mensen daar, die vergeten dat gewoon. Het grappige is ook dat heel veel mensen een geniale video maken. Dus ze denken nou over de shotlist en het script en ze schrijven een mooi verhaal. En dan op het moment dat ze aankomen bij de thumbnail dan en de titel, dan day in the life vlog. En dan weet ik veel, een random screen gewoon uit de video. En dan zetten ze hem live. En dan krijgen ze 0 views. En dan na een jaar zijn ze heel boos gefrustreerd. En dan is YouTube stom en dan stoppen ze ermee. Ja, nee, precies. En dat is een heel leuk voorbeeld. Ik heb laatst met Emirates First Class gevlogen. Mm-hmm. En daar heb ik ook een vlog van gemaakt. En dat is ook gewoon van, hey luister, van... Ik kan natuurlijk ook gewoon mezelf eerst filmen en zeggen van... Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog ga ik Emirates First Class vliegen en ik neem jullie mee. Ja, dat kan. Dan zit je op het randje of je de aandacht kan vasthouden of niet. Ja. Want dat duurt al lang. Dat is al bijna 10 seconden. Maar als ik zeg, en ik heb dus dan een clip opgenomen dat ik aan het douchen ben in die Emirates vliegtuig. Ja. En ik zeg dan echt van, dit is echt het gekste wat ik ooit heb meegemaakt. Ja. Heb ik je aandacht al? En ik ben nog geen 3 seconden bezig. Exact. En je kijkt het af. En ik heb hem 2 keer op TikTok gepost en 1 keer op Instagram Reel. En alles is viral gegaan. Ja. Nog steeds, hij pakt nog steeds likes en krijgt nog steeds volgers ervan. Ja. Het is nu 35.000 keer bekeken, terwijl ik nog geen 10.000 volgers heb. Dus ik blijf unieke reach. En dat is wel interessant voor kennisvideo's, want daar zitten wij wat meer in. Er zijn ook heel vaak ondernemers die hier meer over willen weten. Die maken dan inderdaad video's, bijvoorbeeld net als onze Reels video's of TikTok video's. Meestal pakken we gewoon een stukje eruit. We weten wel van Gary Vee dat je soms een stukje eruit haalt. En die zet je dan aan het begin neer, wat iets pakkender is. Ja. Verder dan dat, weet je, en zorg gewoon dat het natuurlijk nice content is. Wat mensen graag willen zien. Ja. Stukje ervoor zetten, muziekje eronder, ondertiteling.
Ja. Kunnen we nog meer doen om het een beetje interessant te maken? Ja, ik kan bijvoorbeeld even snel een stukje doen. Dus moet ik 1 seconde even nadenken. En dan zou ik zeggen van... Oké, als je alles wil weten over YouTube Cash Cow kanaal en hoe ik meer dan 100.000 euro per maand verdien, zorg dan even dat je heel de podcast kijkt, zodat je precies weet hoe jij moet beginnen hiermee. Ja, dan gooi je dat in het beginstukje. Ja, alsjeblieft. Ja, en dan wordt de intro. En dan heb je de intro en dan heb je wel gelijk iedereen zijn aandacht. En ja, dan kijken ze het langer, want nu hebben ze zoiets van, luister, ik wil meer weten over Cash Cow en verdient 100.000 plus per maand. En ja. Je hebt aandacht. Ja, je moet logisch nadenken. Je moet eigenlijk met de thumbnail en de titel creëer je een verwachting. Ja. Dus iemand ziet dat, heeft een verwachting, denkt oké, dit ga ik leren, ontdekken, whatever, in de video. Ja. Vervolgens moet je eigenlijk in de intro niet dat gelijk allemaal weggeven. Want dan kan iemand denken, oké, nu weet ik het, later. Ja. Maar je wil er wel direct naar hinten. Ja. Daarom zie je ook bijvoorbeeld wel eens bij Mr. Beast, iedereen kijkt van, oh shit, oh, I never... En dan iedereen zit ergens naar te kijken. Klopt. Dus je ziet al, oké, de reactie is er. Hetgeen dat we gaan zien wordt fucking lijp, maar je ziet het niet. Ja, dan ga je de hele video kijken om te ontdekken, wat de fuck gaat er dan precies gebeuren? Ja, en zeg gemiddelde kijktijd is zo hoog. En dat is ook wel een leuk iets. En dat is ook een reden waarom ik zelf altijd zeg van, luister, ik ben niet zoals alle andere mensen die een cursus verkopen. Ik ken Mr. Beast ook. Ik ken hem ook persoonlijk. Ben met hem uit eten geweest in Los Angeles tijdens het event. Dus dat was al heel sick. En ik ben nu hele goede vrienden met zijn manager. Dat is Chunky. En die spreek ik ook heel vaak. Chunky. Ja, hij is letterlijk Chunky. Chunky. Maar super aardige gast. En komt omdat wij ook content aan hun aanleveren. Dus we hebben ook een deal met Mr. Beast Reacts. Cool. Dus dat is wel heel vet. Oh ja, tuurlijk. Hij reageert dan weer op video's. Die video's. Ja. Ook fucking slim trouwens. React channels zijn ook een soort van cash cow shit. Precies. Jongen. En wij hebben dus ook video's die hij op reageert. En daarvoor krijgen we dan betaald. En dat verdient ook lekker bij. Lauw. En dat is alleen maar omdat ik daarmee connecties heb gekregen. Dankzij Christian Los LeBlanc. Grootste content creator qua reisgebied. Mm-hmm. En ook persoonlijk mijn beste vriend. Dus dat is super vet. Ja, tof. En gewoon een schat van een vent. Dus dat was gewoon leuk. Ja. Het netwerk zit tenminste goed, man. Het netwerk is echt alles. Dus ik vind het gewoon heel leuk om bij dit soort mensen te zijn, omdat ik gewoon het leven heel goed ken. En hun zien ook wel zoiets van, luister, dit is niet gewoon een normale gast die maar YouTube doet. Hij laat ook echt zien wat hij doet. En wij delen ook gewoon bijvoorbeeld al onze kanalen gewoon in de cursus. Ik ben er gewoon heel open in. Maar ik zeg wel van, luister, wat ik doe is gewoon wel met contentproductie. Dus dat is veel duurder. Wij geven 15.000 per maand uit aan content, minimaal. Ja. Dat is ook wel de reden waarom je het ook in openbaar kan laten zien. Ja, je kan niet zomaar tegen mij beginnen met competitie. Je hebt al een miljoen plus volgers nodig. Niemand is een competitie. Ja, precies. Er zijn geen competitie. Er is geen competitie. Ja, ik heb één competitor. Ook een Nederlander. Woont letterlijk 20 minuten van mijn huis vandaan. maar voor de rest heb ik 0 competitors. Het is echt ik en hem in deze niche. En wij pakken gewoon honderden miljoen views per maand. En dat is gewoon... Hij kijkt altijd stiekem mee over je schouder zeker, of niet? Ja, dat is wel een heel leuk... Doe je raam zo met je kijken. Dat is wel een heel leuk verhaal. Dat gaf is deze gast was nog jonger. Toen ik bezig was met YouTube film, was hij ook bezig met YouTube. En toen zijn we begonnen met Minecraft animatiefilmpjes in 2014 was dit. Ja, 2014 begon dit. En ja, dat werd gewoon steeds groter. En er was toen een trucje op YouTube. En dit is wel echt heel vet om te vertellen. En dat was de Unlisted Method. En de Unlisted Method is eigenlijk gewoon simpelweg een video posten. Bijvoorbeeld een cash cow video. Stel voor, als dit er nu was, dan was ik binnen nu in 3 dagen al de grootste in bepaalde niches. Dat maakt niet uit wie de concurrent was. Je was altijd de grootste. Nou, hoe deed je dat dan? Je uploadde een video, bijvoorbeeld een quizvideo, Unlisted. En wat deed ik dan? Ik ging naar QQTube, dat was een website waar je views kon kopen vroeger. Kocht ik 3000 kijkers. Maar die werden heel constant aangeleverd. En dat was de key erachter. Dus ik kreeg gewoon 200 views per uur. Gelijk vanaf het begin. Nou, dan 24 uur gooi je die video weer openbaar. En dan is die ineens 2000 keer bekeken. Maar op het moment dat jij hem publiceert, dat is pas de tijd dat YouTube rekent. Dus wat ziet YouTube ineens? YouTube ziet ineens dat jij 2000 kijkers pakt in 1 seconde. Dus wat doet YouTube? YouTube gooit je overal op nummer 1. Ja. Ja, en gelijk lief het. Ik heb kanalen gehad die verdienen 300 euro in de eerste dag. Nieuw kanaal, poef, 300 euro. Ik hou van dit soort hacks. Ja, dit soort hacks maar dit was echt de grootste hack. Dit zijn die hacks die je altijd bijvoorbeeld vindt in FIFA of GTA. Ja, of zo, precies. Zo zie ik als je dit kan vinden in het ondernemen. Ja, dat was echt een grote klapper. Want ik was toen 16. En toen werd ik op een gegeven moment flink ook gepest in school. En ik heb gewoon met dat geld dat ik dan uiteindelijk heb kunnen verdienen, ben ik naar Australië gegaan. En ja, voor de juffer die dit kregen, ik heb gespijbeld. Ik ben niet naar school gegaan. ik was gewoon op vakantie in Australië. Dus daar ging ik video's opnemen. En dat waren op een gegeven moment superheroes in real life. En dat was een gigantische niche. En daar heb ik echt bijna, als dat er nog was, dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Dan was ik te rijk geweest. Ja, dat liep echt zo goed. Wij kregen op een gegeven moment 20 miljoen views per video. Ja. En ik ben wel benieuwd, want we hebben het over best wel grote resultaten. Maar je bent dan bijvoorbeeld ook gepest. Ja. Hoe zat jij dan mentaal op zulke momenten? Want je zit met succes, je zit zo echt, je gaat als een
tierlief. Een raket ga je nou omhoog. Maar ja. Hoe gaat het mentaal dan met je? Ja, nou ja, vroeger was het wel heel kut. Kleine backstory. Ik heb een mislukte blinde darmoperatie gehad. Maar compleet mislukt. Dus niet een beetje van, nee, luister, hij is te laat geknipt of te vroeg geknipt. Hij is ontploft terwijl de operatie bezig was. Dus heel mijn buik was vies. Alles. Heel lang in het ziekenhuis gelegen. En toen ik terugkwam op school was iedereen zo van, wat de fuck doe jij hier? Jij hoort hier niet thuis. Terwijl ik in het begin nog best wel populair was, omdat ik YouTube deed en ik had veel volgers. En daarna was het echt zo van, wat de fuck doe jij hier? En toen ben ik van VWO naar HAVO gezakt, van HAVO naar T. Maar hoe lang zat het tussen dat je weer weg was en terugkwam? En voordat ik eigenlijk echt pas weer op school was, was het bijna 9 maanden. Dus ja, dat was echt maar echt dat, is, dat zijn jongeren. Ja, dat is gewoon zo. En op een gegeven moment verdien ik geld. En dan had ik wel zoiets van, ja kijk, ik verdien geld. En dan zei ze van, ja, denk je dat mij dat boeit? Je zit hier in je joggingsbroek en in je pak. Je hebt helemaal geen Rolex, je hebt geen merkkleding. Fuck jou, skere gast. En ja, dat was heel pijnlijk. Dus daar heb ik wel vaak last van gehad. Maar dat liet ik niet veel merken. En daardoor bleef ik gewoon eigenlijk steeds meer thuis. Want ik mocht gewoon thuis blijven als ik buikpijn had. En als ik gepest werd, kreeg ik stress. Dus kreeg ik weer buikpijn. En ja, toen ben ik gewoon knijterveel League of Legends gaan spelen. En gewoon fucking addicted geraakt. Nog steeds trouwens. Ik ben nu ook weer op een grind. Dus dat is echt iets wat me de hele dag bezighoudt. Waarmee? League of Legends. Of League of Legends. Ja. Dus dan gamede ik eigenlijk mijn gevoelens. Die gamede ik gewoon weg. Ja. Dus dat was het enige waarmee ik bezig was. En dat vond ik gewoon het lekkerst. Nou, maar op zich is dat ook niet erg. Nee. Snap je, als je gewoon doeken maakt. Ja, dan is het allemaal prima, man. Ik was 16 en ik verdiende 3000 euro plus per maand. Dus ik had al zoiets van, ja, leraren, leuk dat jullie tegen mij zeggen, maar ik verdien meer dan jullie. Ja. Sorry, maar het is gewoon zo. Ja. Dat konden ze niet zo goed tegen. Nee. Dus dat was altijd toch, ja, dat is gewoon logisch. Ja. Werk je hele leven, gunt de kinderen alles, komt er een kind uit toe, ja, ik verdien meer dan jou. Oh. Ja, dus dat konden ze niet goed hebben. Maar uiteindelijk, toen ik 18 was, heb ik een Range Rover gekocht voor mezelf. En toen was iets van, oké, die gast heeft dus nooit gelogen. Dus was gewoon echt, ja, vanuit daar ben je verder gegroeid. En het begint er niet aan, op het moment dat je eerst een dure auto koopt, je kan niet meer terug. Want ja, dat is echt moeilijk. En op een gegeven moment, toen ben ik heel veel omgegaan met Kwebbelkop. Heel veel geweest. En toen heb ik uiteindelijk nog mijn Audi R8 gekocht. Heb ik nog een vlog met hem opgenomen. Heb ik nog gelopen racen met de politie. Nice. Ja, dat staat serieus nog. Ik kan dat misschien als een unlisted linkje maken. Dat jullie dat erin kunnen zetten. Dat is echt te grappig. Dat is echt zo lang geleden. Daar kan je het nog erin zien. Dat is goed. Ja. Maar daar race ik met de politie 140 km per uur te hard op de snelweg. Dus dat is wel lachen. Met toestemming van de politie. Dus dat is het vetste van alles. Ja, oké. Okay. Waar komt, kijk, want ik wist van tevoren niet echt wat ik van jou kon verwachten qua karakter. Je kan ook zeg maar nadenken van oké, een YouTuber kan soms ook heel erg rustig zijn. Ja, zeker. Dat je best wel introvert bent, dat je kalm aandoet. Maar de dingen die je nu vertelt doen me ook een beetje denken aan The Defined Ones, waarin Dr. Dre op een gegeven moment op andere auto's gaat schieten terwijl ze het in de auto zitten, dat de politie achter hun aanrijdt, dat ze weg gaan rijden. Ja, oké, zo erg is het dan ook weer niet. Nee, maar ik vind gewoon... Zo erg gewoon... is het wel. Ja, wel. Laten we de andere verhalen niet vertellen, anders komt ik heb in die korte tijd genoeg gehoord om te weten dat het wel zo erg was. Precies. Ja, laten we niet alles vertellen. Je was gewoon jong en je had veel geld en je ging kloten. Ja, dat was gewoon eerlijk, uiteindelijk. Ja, geen grenzen. Ik had geen grenzen. Je had gewoon zoiets van, hey, ik verdien meer dan jullie vaders. En ook dan jullie vaders, dus kom niet praten met mij. Nee. Kijk, ik ben er nooit op scherpend in geweest. Ik heb wel zoiets van, luister, ik ben open in wat ik verdien. Mm-hmm. Maar ik heb, ja, in de middelbare schooltijd was ik wel gewoon dat kutventje dat gewoon zei, yes, van, ik verdien meer als jouw vader. Ja, fuck jouw vader. Ik verdien meer als jouw vader. Maar dat is uiteindelijk wel gewoon weggegaan. Ik ben dat meer privé gaan houden toen dat steeds groter geworden is. En toen ik begonnen ben met de cursus, had ik zoiets van, ja, het is gewoon een marketingstrategie. Iedereen weet wat ik YouTube doe, maar als ik geen bedragen noem, dan nobody gives a fuck. Ja. Dus toen ben ik het op gaan noemen. En nu heb ik zoiets van, luister, ik woon toch in Dubai. Ik ben overal wereldwijd, dus het is ook niet een heel groot risico voor mijn veiligheid of zo. Nee. Nee, en daar ben ik ook gewoon heel blij mee. Dus voor de rest maak ik me daar ook niet zoveel zorgen over. Want ik ben hier nooit. Ja. Nee, dus, precies. Maar heb je nu nog steeds... kijk, heb je nu wel grenzen op je leven? Denk je zelf? Hoe bedoel je, grenzen? Nou, je zei net bijvoorbeeld... je bent wel wat rustiger geworden... in dat je het niet aan iedereen gaat vertellen van... nou, zoveel geld heb ik. Ja. Maar ja, je hebt wel, gaat wel keihard racen over de snelweg. Ja. Snap je, dat heb je vaker gedaan. Dus vind ik juist wel leuk om het keertje te horen. Maar... Ja. Wat ik zelf maar merk bij mezelf is, luister, als ik doekoe heb, als ondernemer ben je toch al die labels die je jarenlang op zijn geplakt aan het wegscheuren, afscheuren. Ja. En je zoekt altijd de grenzen op.
Ja, ik denk dat dat wel een interessant. Doe je dat nog steeds? Echt, ben je al tegen grenzen aangelopen of ben je nog steeds die grenzen aan het opzoeken voor jezelf? Nou, daar zit een mooi ding in. En daarom ben ik heel blij met de ouders die ik heb. Mijn ouders zijn nooit rijk geweest. En ik probeer daar eigenlijk dus gewoon een middenbalans tussen te vinden van ik doe wel de dingen die ik vet vind. Net zoals als ik in Dubai ben, dan zou ik best wel zo'n Ferrari racetrack opgaan. En dat soort dingen doe ik dan weer wel. Maar buiten dat heb ik wel zoiets van, luister, ik voel wel heel snel aan van, hé, luister, ik mag jullie, ik praat met jullie. Of ik heb zoiets van, luister, jij bent te agressief of jij wilt iets hebben. En dan heb ik zoiets van, bij tegen mij hoef je niet te praten. Dat lukt je niet. Maar ik probeer altijd gewoon heel vriendelijk te zijn tegen mensen. Omdat ik weet hoe het voor mensen is om genegeerd te worden. Geen reactie te krijgen, geen dingen te doen. Dus ik neem ook echt alle DM's die ik doe. En ik doe er echt minimaal 20 tot 50 per dag. Alles is persoonlijk. En daar hou ik wel van. Om gewoon dat persoonlijk contact met mensen te hebben. En heel veel mensen mogen me daarom, denk ik ook. Als je gaat kijken naar de engagement die ik heb. En de mensen die met mij praten. Is dat echt gigantisch veel. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. En ik heb zoiets van, luister, ik kan wel zeggen dat ik dit en dit ben. En helemaal gaan lopen pochen alsof ik de grootste gast ben. Maar dat is helemaal niet wie ik wil zijn. Dit is gewoon ook natuurlijk een stuk geluk geweest. Dat ik zo groot ben gegroeid. En ik heb zoiets van, ja, het is leuke vette auto. Vet appartement, vette villa. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van, luister, ik heb genoeg, ik heb alles wat ik hebben wil. En als ik iets wil kopen, kan ik het kopen. En ja, daarin heb ik zoiets van, ik wil gewoon, ja, ik ben heel erg obsessed met old money. Dus ik wil gewoon meerdere huizen hebben dadelijk, lekker verhuren, lekker inkomsten stekken. En daarvan gewoon genieten van het leven in een stil leventje. Mm. Ja, en dan met een beetje social media, want ja, tegenwoordig is met alle respect, status is gewoon een ding. Ja. Dus dat is natuurlijk iets wat we gewoon, we willen natuurlijk allemaal gerespecteerd worden. We willen altijd iets van elkaar, als het waarde is. Dingen. Ik zeg altijd van, waarde werkt altijd twee kanten op. Maakt niet uit in wat, in een relatie, in vrienden, in alles. Waarde werkt twee kanten op. Want ik zit hier, jullie hebben content. En ik zit hier en ik heb hier exposure. Nou, kan je me wel zeggen van, hey, luister, gebruik je ons dan? Nee, want je levert waarde aan elkaar. Mm-hmm. En ik zeg, alles is dat. Ook vriendschap. Exact. Vriendschap is ook van, als jij de hele tijd zegt van, hey, luister, nee, kan niet. Hey, kan niet. Hey, kan niet. Hey, kan niet. Ja, de zesde keer ga ik jou niet meer bellen. Dan ga ik naar Piet toe en dan ga ik zeggen, hey Piet, wil jij mee een keer? Mm-hmm. Dat is ook een interessante les die mensen moeten leren als ze bijvoorbeeld een coaching gaan geven of een marketingbureau beginnen of zo. Heel veel mensen vinden het in het begin heel eng om veel geld te vragen voor een dienst. Maar eigenlijk is er altijd in een value exchange tussen mensen maar één regel. Ja. De waarde kan niet anders zijn dan gelijk, want anders gaat een van de twee het vervelend vinden. Maar als ik jou iets verkoop voor 10k, maar je binnen 2 maanden 20 ervoor terugkrijgt, dan boeit het je gefluit. Nee, precies. En 10.000 euro is misschien veel geld. Ja. En jij denkt van, ja, maar ik vond 2.000 al best wel veel. Van, moet ik dan 10.000 vragen? Nou ja, als de value exchange gewoon nog steeds zware positieve ROI heeft, dan boeit dat niet. Als jij gewoon heel veel waarde levert, en dat is ook het ding. Kijk, iedereen die bijvoorbeeld bij mij de cursus komt, krijgt mijn persoonlijke WhatsApp-nummer. Wel mijn zakelijk nummer. Ik heb een privé, dus een zakelijk. Maar ik antwoord eigenlijk altijd binnen 24 uur. En dan kan je gewoon al je vragen stellen en krijg je gewoon antwoord als je iets niet begrijpt. Ja. En daarin heb je gewoon zoiets van, luister, je levert een hele andere waarde. Kijk, en ik wil mensen niet overchargen. Kijk, die cursus is nooit bedoeld om winst te draaien of gigantisch veel te doen. Ik vond het gewoon leuk om te maken en ik hou ervan om content te maken. Dus het is gewoon tegenwoordig weer een hobby aan het worden. Vandaar dat ik ook steeds meer dingen vastleg. En het is gewoon inderdaad een waarde exchange. Weet je, je betaalt, wat is het, 800 of 1000 euro afhankelijk van een actie of niet. En je kan mij appen, je kan vragen stellen. En als je gewoon een beetje goed de cursus volgt, dan heb je gewoon een minimaal 50% slagingskans. Exact. Dus dan heb ik zoiets van, er zijn ook heel veel mensen die kopen de cursus, dan doen er niks mee. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is jullie probleem, niet mijn probleem. Zeker. Maar dat heb je altijd een percentage ervan. Ja, hoe doe je? Die een cursus kopen, maar of dan niet mee aan de slag gaan, niet de video's kijken, of het half gaan toepassen, of niet lang genoeg toepassen. Ja. Mensen willen soms gewoon niet leren. Dan hebben ze het gekocht en dan kijken ze het door en hebben ze iets van, oh, dat was interessant. Nou, het kopen van de cursus op zich was het doel. Dat is voor veel mensen. Dat is gevaarlijk. Dat geeft ze een gevoel van, ik ben nu bezig om succesvol te worden, want ik heb de cursus gekocht. Ja, en dan ik heb net de cursus gekocht. Dat zeggen dan 3-4 weken lang. Ja. En dan vraag je 2-3 maanden later, heb je er wat mee gedaan? En dan zijn ze een nieuwe cursus aan het sparen. Je hebt het net al gekregen op het moment dat je gaat kopen. Juist, en dan is dat het. Maar daarom zeg ik ook tegen mensen van, als je er niks mee doet, koop het gewoon niet. Nee. Het is alleen maar slecht voor mijn slagingspercentage. Dus dat hoef ik ook niet te hebben. Maar dan heb je heel vaak met cursus, hoor. Dus dat is, ik heb er wel eens research naar gedaan, omdat ik zelf ook een cursus heb gemaakt. Oh, vet. Maar dat van de 100% van de mensen die een cursus kopen, heb je rond de 20 of 30% die er echt mee aan de slag gaan. Ja, bizar, hè? Dus net als met een boeklezer, de meeste mensen die een boek kopen, slechts zelfontwikkelingsboeken, slechts 10% komt verder dan het eerste hoofdstuk. Ja, losers. Precies, dus kijk je achter hoeveel boeken, Je hebt trouwens wel echt heel veel boeken. Oh, echt goede boeken ook. Atomic Habits zie ik al staan, The Power of Habits. Oh ja, zeker. Vette boeken.
Expert ja. Secrets, Traffic Secrets, ja. Jullie hebben echt veel boeken. Oh, heel leuk. Ja, ik ben echt obsessed met boeken. Ik krijg tegenwoordig met audiobooks bij mij, ik krijg echt een boek per week doorheen. Ja, lekker man. Dat gaat echt hard. Ja. Maar dat is ook wel als je boeken leuk vindt om te lezen, dan... Oh, ik haat lezen. Ik doe alles audioboek. Ik ga gewoon luisteren. Ja. Maak je notities? Ik heb altijd zoiets van, als het echt belangrijk is, onthoud je het wel. En ik heb iets... Waarom vergeet ik dan mijn pincode zo vaak? Ja, dat heb ik ook, maar ik heb te veel pasjes van te veel landen. Dus ja, oké. Okay. Ik niet. Ik heb er één. Oh ja, dat is wel heel slecht. Ik ben gewoon retarded misschien. zijn je eigen woorden, niet mijn woorden. Nee, maar gewoon lekker je eigen ding altijd blijven doen. En ja, dat is gewoon een hobby voor mij. Boeken. Ja. Ik vind het leuk. En audioboeken gaan er zoveel makkelijker doorheen. Ik loop gewoon... Ja, ik ben dan een soort van bezig met 75 hard. En net zoals vandaag ben ik gewoon 5 uur op de weg. Dus vandaag gaat het gewoon echt niet. Nee. Hoe ga ik het ook zo willen, maar ik ben gewoon voor 12 uur 's nachts gewoon niet thuis. Ja, want het is 2 keer trainen op een dag. Ja, en dat hou ik momenteel nog steeds wel vol. Dus dat gaat wel echt lekker. Oké, vind je niet dat 75 hard juist ervoor zorgt dat het ondernemen moeilijker wordt gemaakt omdat je 2 keer op een dag moet trainen? Kijk, één keer op een dag vind ik chill. 2 keer op een dag zou ik eigenlijk chillen vinden. Ja. Maar ik merk wel dan dat ik gewoon minder focus heb op de business. Ja, nou, voor mij in dat opzicht komt erin dat ik gewoon heel goed management aan heb kunnen sturen over de jaren. Ja. Dus als ik het wil, ik kan voor mijn hoofdbedrijf, voor al de licenties en de cash cow gebeuren en dan ook nog het chat support, ik ben binnen 1.5 uur per dag klaar. Ja, dat is gewoon, je hebt volledig outsourced business. Gewoon. Ja, we hebben 47 man in dienst in totaal. Ja, dus, ja precies. Ja. Dat is het grote verschil tussen nog met de poten in de klei en alles aandouwen en weer op een gegeven moment echt business owner zijn. Hebben we eigenlijk de 5 stappen al allemaal? Ja, nee, ik wou het letterlijk net zeggen, we gaan de hele tijd ervan af. Stap 1 en stap 2 is eigenlijk een soort van met die shorts op de boel. Stap 3 is het bouwen van het team. Ja. Jels begon over dat je dat via Fiverr doet en dat eigenlijk je vaak een volledig pakket kan kopen. Ja. Heb je daar nog tips van waar mensen naar moeten kijken om een goede kwaliteit team te vinden? Of kunnen we door naar de volgende stap? Nee, laten we even over kwaliteit praten. Ik hou ervan als dingen gewoon goed zijn en dat mensen gewoon krijgen wat ze willen, waarvoor ze komen. Dus laten we daarop inspringen. De kwaliteit is eigenlijk gewoon van, ik zeg altijd van, als jij de video kijkt, wanneer zou jij wegklikken? Nou, als je dat eerst binnen de eerste 3, 4, 5 minuten doet, dan moet je video opnieuw. Heel goed voorbeeld, ook weer met een quizkanaal. Is dat bijvoorbeeld, duurde het veel te lang tussen dat jij het antwoord kreeg, zeg maar. Dus je krijgt dan een afbeelding te zien van bijvoorbeeld emojis, kerst emoji. En dan heb je bijvoorbeeld apple pie. Nou, dan heb je een appel emoji en een pie emoji. Dan moet je raden wat het is en dat is dan een apple pie. Nou, heel simpel. Maar als dat 6 seconden duurt, is dat veel te lang. Mensen moeten niet zo lang nadenken. Je moet het eigenlijk onder de 3 seconden houden. Nou, het probleem wat er maar ook mee is als je er geen stempel toevoegt, dan is het heel snel reuse content. Dus dan moet je gewoon de woorden gaan inspreken. En dan spreek je gewoon in apple pie. Ja, maar dan gooi je wel een voice actor aan toe. En is het wel uniek. Ja. En daardoor win je dan weer. En dan zijn gewoon van die kleine tweaks die je doet. Dan ben je er. Ja. Dus als je zelf de video niet zou afkijken. En serieus, upload je video in een list. Stuur het naar al je vrienden en familie. En zeg van, wanneer klik jij weg? Ja. En ook gewoon vragen, en waarom? En dan zeggen ze, ja, het duurde me te lang. Ja, ik had geen interesse meer. Ja, en dan heb je zoiets van, oké, nou. Hoe kun je dat dan nog tweaken? En dan ga je dus bijvoorbeeld kijken van, hey, luister, hoe lang duurt jouw intro? Jouw intro bijvoorbeeld van een quizkanaal of bijna alle kanalen, to be honest, zijn altijd veel te lang. Het moet gewoon heel simpel zijn. Het moet gewoon letterlijk zijn van, hey everyone, and today we're doing a new quiz video. We'll be guessing the emojis by the whatever you neemt. En dan poef, begin je. Ja. Niet langer dan 5 seconden, want anders ben je aandacht kwijt. Mr. Beast style, dat heb ik ook echt van hem geleerd. Dat is leuk, de stukjes daarvan komen ook dus terug in wat wij leren. Bijvoorbeeld titeloptimalisatie. Ik ken dan was wel wat titels, hoe je dat beetje kan doen. Maar dan echt de mindset en de psychologie erachter, ja, ik had geen idee. Dat leer ik ook. Ik blijf mezelf ook ontwikkelen. In november ga ik ook gewoon weer. Ja. Vind ik super vet. Ik heb VIP-kaartjes al klaar liggen, dus dat is wel leuk. Voor Fit Summit. Yep. Daar gaan we ook heen, bro. Kunnen we daar gewoon een ticket voor kopen? Ja. Ja, dat willen ze zo ook. €1000 en dan kan je erheen. Dus, okay. Boven zie je daar. Ja, dat gaat vet worden. Dat waar gaat is vet het? Worden. In LA? LA, ja. Dat is echt lekker. Meneer, welke datum? Volgens mij wordt dat 16 november uit mijn hoofd. Maar ik weet niet, de specifieke data zijn nog niet bevestigd. Ja, ik ben wel vrij dan. Ja, ik zal het vrij maken. Ik wil er gewoon heen. Ik heb daar zoveel geld, zoveel connecties gemaakt. Dat klinkt vet. Alleen daarom al, man. We horen net al een paar namen. Gewoon omdat je daar naartoe bent gegaan. Iedereen. Leuk, man. Iedereen. Ja. En als je gewoon een beetje kennis hebt of je bent een beetje gerespecteerd en je gaat bij mensen staan, dan ben je overal welkom. Ja. En dan zit je echt aan de vetste tafels. Ja. Dat is ook het grappigste, want ik kwam dus dankzij Christian kwam ik zeg maar die VIP in. Want ja, ik ben geen content creator. Nee. Dus ik kwam er helemaal niet binnen. Toen zei ze, ja, maar hij doet een hele speciale business. Je moet hem even een pasje geven en even regelen. Nou, dat gebeurt dus echt niet. Hè. Ik ben de enige die een pasje heeft gekregen van 3.000, 4.000 mensen.
die er zaten. Ja, dat heb ik toch bij mogen zitten. Ja, zaten Christian zaten. Er was één gast die had een vissenkanaal. Alleen maar aquariumvideo's. Maar ook cash cow. Het zijn gewoon aquariums. Maar hij had zijn eigen aquariums. En die bouwde hij telkens. Vond hij vet. Dan deed hij op één kanaal deed hij dus die aquariums bouwen. En op andere kanaal deed hij aquariumvideo's maken van 8K kwaliteit. Ja, miljoenen views. Die gast pakte gewoon 50k per maand mee. En dan heb ik zoiets van, ja, hey, met respect. Dus webshop. Ja. Ja, hij heeft ook nog een webshop. Ja, hij verkoopt vissen en dingen. Ja, tuurlijk. Klopt. Logisch. Ja, hij deed echt alles. Echt heel vet. Ja. En Jake Trans had ook naast mij. Ja. Ik heb nog een filmpje van, dat is wel lachen. Lauw man. En vet. Alle namen ontmoet je ook. Stephen Graham ook ontmoet. Meet Kevin ontmoet. Mr. Beast. Krabbelkop. Dingen was daar vorig jaar ook, maar die heb ik niet gezien. Gary Vaynerchuk, die was er ook. Gary V. Ja. Gary V. Die gaat hier bij de podcast komen een keer. Ja, dat zou vet zijn. Dat gaat sowieso lukken. Moet lekker ook naar New York toe. Lekker opnemen met hem. Lijkt me ook heel vet. Ja, toch? Ja, man. Ja, moet toch wel. Maar laten we verder gaan met waar we waren. Ik wil even die 5 stappen in ieder geval gehad hebben. Dan kunnen we voor de rest kunnen gewoon kletsen over wat we willen. Juist. Ja. Maar hoge kwaliteit. Je verbetert de video dus. Je gaat ervoor zorgen dat je natuurlijk de kijktijd zo lang mogelijk vasthoudt. Ik vind dat heel belangrijk. Dan eigenlijk op het moment dat je video goed is, dan ga je hem dus publiceren. En dan ga je dus je short kanaal gebruiken om dus jouw echte kanaal dus te gaan pushen nu. Ja, op het moment dat je dat gaat doen, dan moet je eigenlijk binnen 33 video's resultaat zien. En als dat niet is, dan is het helaas alsnog geen succes geweest. Dan is misschien op shorts wel een succes, maar niet als echt daadwerkelijk cash cow kanaal. Ja, dat kan ook nog gebeuren, maar dat is bijna niet zo. 33 video's? Ja. Explain. 33 video rule. Waarom? Meestal naar 33 video's begin je wat traffic te krijgen. Best is iedere dag, anders om de dag. Vooral afhankelijk van je budget. En vooral, je kan het makkelijk om de dag doen op het moment dat je shorts hebt. En dan kun je ze gewoon iedere om de dag kan je gewoon pushen. De ene dag doe je die afbeelding wat ik in het begin zei. En de andere dag doe je inderdaad een poll. Want dan engage je die audience die al op dat kanaal zit. Met die afbeelding stuur je die audience door. En die afbeelding is gewoon de thumbnail eigenlijk? Een thumbnail of een snapshot ervan. Dus als je bijvoorbeeld een custom emoji doet, dan is het gewoon één stukje waar je een emoji moet raden. Precies. En staat van, wanna play more? En dan klik je het linkje. Ja, en het werkt als een tierenlier. Niet normaal. Slim. Echt niet normaal. We hebben ook zo'n video een keer gedaan. De eerste video die we pushen, 3000 views. Klaar. Mm-hmm. Maar dat komt omdat je dus al een kanaal groot hebt. Mm-hmm. En heel veel mensen frissen in hoe krachtig dat is. Ja. En daardoor kun je eigenlijk gewoon risicovrij beginnen bijna. Dat is het mooie eraan. Nou, heb je een goede video, loop je kanaal op een gegeven moment, dan is het gewoon data-optimalisatie. Van, hey, luister, wanneer klikken ze weg, wat kan nog meer beter? En als het allemaal goed is, ja, gefeliciteerd, dan ben je er al. Zo simpel als dat. Het is niet eens 5 stappen. En hoeveel kan ik dan per maand verdienen? Winst? Dus gewoon aan de haak? Ligt eraan hoeveel views je pakt. De topquizkanalen verdienen 10.000 plus per maand. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld gaat kijken naar 7 Second Riddles. Die zijn wat meer moeilijkere vragen. Maar hun zijn echt heel groot en pakken 40 miljoen views per maand. Dus dat zal tussen 60.000 tot 80.000 per maand liggen. En hoeveel uur kost het hun per week? Oké, ja, dat is een hele goede dat zegt. Heel veel mensen vragen dat. Als je goed onderzoek doet, zeg ik altijd, is ongeveer 20 minuten per dag. Maar wel 7 dagen in de week. Als je 7 dagen in de week uploadt. Ja, oké. En dat zit hem in? Welk werk? Dat zit hem echt alleen maar in het onderzoek doen na goede video's. Ja. Gewoon dus de onderwerpen, toch? En die... Ja, de onderwerpen. De onderwerpen leef je aan. Naar binnen. En hun maken de video ervan. En als jij zegt, van luister, dat vind ik niet goed, dan doe je het overnieuw. Ja. En ja, daar ga je misschien 2-3 keer fout mee. Totdat je het van deze video's ook afkijken. En dan heb je een goede video en dan ben je er al. Lauw. Ja. Dus het is echt, meen ik niet om mezelf te promoten of wat ook, maar het is echt heel makkelijk. Ja. Ben jij vind jij dat jij sterk bent als businesspersoon of als creatieve persoon? In het begin was het creativiteit. Heb ik tegenwoordig meer moeite mee. Maar de creativiteit komt echt gewoon omdat ik zelf vroeger YouTube heb gedaan. Maar hoe groot je wordt en vooral op achter de schermen. Nu is het alleen maar aansturen van het team, van het personeel. Zoeken naar goede content. Dan ben je bijna niet meer bezig met creativiteit. Je bent alleen maar bezig met van hoe beheer ik dit. Dus dan ga je echt niet meer. Daarom zeg ik, je kan het wel cash cow kanaal noemen. Maar je kan het eigenlijk beter noemen management kanaal. Want je beheert alleen maar. Enig wat er is, je kijkt naar de eerste video. Je leert hoe het werkt. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Je moet wel weten waar je het over hebt voordat je ermee begint. En dan besteed je het uit en ben je klaar. Ja. Ja. En dan kijk je er gewoon niet meer naar. Dope. Leuk. Ja. Vind jij dat er in YouTube nog heel veel waarde zit die eigenlijk niet genoeg gebruikt wordt door mensen, zeker. Bedrijven? Ja, okay. Er zitten miljarden in YouTube verstopt. Echt, dat is ook de reden waarom ik een cursus heb gemaakt. Is omdat het op een gegeven moment gewoon niet mogelijk is om alles zelf te doen. Echt niet. Nee. Bijvoorbeeld de meest simpele video's. Ik kan mijn telefoon erbij pakken. Maar als jij op gaat zoeken van how to change a SIM card on an iPhone 13... Ja, het zijn ook video's die 400.000 keer bekeken zijn. Ja, dus ook voor korte video's. Ook al zijn ze een minuut lang. Voor korte video's zoals tutorial video's is $4. Het is bizar, vind ik, dat bijvoorbeeld een Apple niet dat volledige domein oont. Ik snap dat niet.
Ja, ze hebben maar altijd maar één video, maar die ene video is meestal nog niet eens heel slecht. Goed. Onhandig, niet geoptimaliseerd. Ja, gewoon, ja. Apple moet letterlijk voor elk... Eigenlijk, de klantservice pakt de telefoon op. Dit is uw vraag? Oké, okay, top. Stuur ik door naar het content team. Content team, video's schieten, duidelijk uitleg, ja, online. Op de website klaar. Als Apple moet je gewoon willen dat elke vraag die men stelt, of in tekst op Google, wat tegenwoordig ook veel meer rankt in video searches. Ja. Dus dat is ook een ding tegenwoordig. Dus voor SEO gewoon op Google search is het al heel interessant. Goed dat je erover print. Ja, man. Maar ook op YouTube zelf. Ik snap niet dat er zoveel bedrijven, ondernemers zijn die daar niet gebruik van maken. Ja, ik vind dat bizar. Je hebt bijvoorbeeld Marques, toch? Die kennen jullie waarschijnlijk. Ja, ja, Marques Brownie. Ja. En bijvoorbeeld als ik Apple zou zijn, zou ik zeggen, bro, jij komt voor ons werken. Ik ook. Ja. Ik zou hem gewoon een premium gewoon hem alle video's laten maken. Bro, ja, maar ze zijn al te laat. De hele game over. Ja, maar ze zijn al te laat. Deze man die tientallen miljoenen per jaar, volgens mij. Gaat over de branddeals bij dit soort kanalen. Het gaat over een miljoen. Ja, precies. Maar dat soort talent vroegtijdig zien en dan inzet overnemen. Eigenlijk een personal brand rondom iemand bouwen die jij onder contract hebt bij je bedrijf. Ja. En dat vervolgens gebruiken op YouTube het hele domein over te nemen Coolblue. Op basis van jouw brand. Juist. Coolblue doet dat heel goed. Ja. Coolblue is een van de en ik vind zelf wel dat er nog wel optimalisaties te maken zijn. Dus daarin valt wel meer te groeien. Maar inderdaad, Coolblue is daar een goed voorbeeld van. Ja. Omdat het gewoon zo is. Als ik intyp iPhone kopen en ik word het best ingelicht door de persoon van Coolblue in die video. Waarvoor ga ik die iPhone kopen dan? Ja. Ja, nee, precies. 9 van de 10 keer bij hun. Ja, en dat is gewoon zo. En op een gegeven moment optimaliseren het gewoon. Dat ze bijvoorbeeld ook met Amazon affiliates en tech-kanalen, maar ook gadget-kanalen. Is dat je gewoon Amazon Finds uploadt en dan gewoon een affiliate linkje bij gooit. Ja. Dan kan je ook gewoon makkelijk 10 uit per maand mee pakken. Mensen beseffen niet hoeveel geld echt nog überhaupt ligt in het spel. Ja. En dan ga ik wel eerlijk zijn. Ik vind qua entertainment zitten we bijna op een max. We hebben hele grote gasten. Eric, Mr. Beast, al die topgasten. Tientallen miljoenen views met zulke grote budgetten waar je bijna al niet meer tegenop kan. Gewoon letterlijk. Nederland ook? Nederland kan dat wel. Ja. In Nederland moet ik wel heel zeggen, de gasten die het heel goed doen zijn Glow Movies. Bijna niemand kent hun. Ik ken de naam wel. Hun zijn echt, ja, echt gigantisch. Die doen groot. Ook grootste zwembad, grootste dit, ja, grootste precies, dat. Die doen letterlijk Mr. Beast naar, maar hun pakken... Zoals iedereen tegenwoordig. Ja, maar hun pakken echt goed. Wat was zijn naam? Ja, Glow Movies. Dit. Ja, Glow dit Movies hier, 580.000 in 4 dagen, 800.000 in 2 weken. In principe de Mr. Beast van Nederland. Ja, gewoon Mr. Beast van Nederland. Ja, ook gewoon het grootste playbutton. 50 uur in een kleine gevangenis, een villa bouwen uit tape. Dat is dan wel weer uniek, maar hun waren heel vroeg ook bekend met een video waar ze een bootje gingen tapen. Dat heeft uiteindelijk Ties overgenomen. Wat ik wel jammer vind, is dat is dan mijn persoonlijke mening, is dat dan in Nederland eigenlijk... Oh, dat is denk ik jouw. Oh, dat is de mijne. Oh, omdat ik YouTube Premium heb. Dus die gaan spelen op de achtergrond. Dat ik al te kijken. Die is heel mooi. Denk ik mij ook af van één. Ik dacht jij. Ik dacht ook al van wat de fuck gebeurt er nou weer. Ik dacht van Jezus. Dat is handig, hè, Premium. Ja, behalve dit. Behalve dit inderdaad. Ja, maar voor podcasts hebben bijvoorbeeld heel veel boeken staan ook gewoon op YouTube. Juist. Ja. Maar terugkomend op wat ik jammer vind, is dan wel weer, is dat het best wel een Mr. Beast rip-off is, die het dan in Nederland ook goed doet. En ik, aan de ene kant vind ik, get your money, doe je ding en zo. Aan de andere kant denk ik dan ook wel weer van, ja, ik vind het dan, ja, ik weet toch jammer dat er niet een soort van toch meer eigen dingen gecreëerd wordt. Ik heb misschien worden die eigen dingen wel gecreëerd, maar dan door creators en die zijn nog niet zo groot, omdat die de aandacht nog niet pakken en dat moet ontwikkeld worden. Fact. Zoals ze zeggen ook met Mr. Beast, op een gegeven moment heb je al die video's, of de namaak mensen. Ja, heeft hij veel van. Ja, maar op een gegeven moment heb je wel de grootste dingen van, of de verste, of de langste en zo. En mensen zijn er over een paar jaar ook wel op uitgekeken. Heb je dat gezien? De grootste YouTuber in Rusland. Ja, die al die kopieert, maar letterlijk, hij kopieert de thumbnails en de hele video-idee. Zelfs tot in ideeën dat hij heeft 3 matties met bijna dezelfde namen bij zo'n spreker, die bijna dezelfde dingen zeggen op dezelfde minuut. Hij maakt gewoon in het Russisch Mr. Beast video's na. Ja. En die gast heeft gewoon 20, 30 miljoen abonnees. Ja, echt fucking maar ook gewoon 20, 30 miljoen views per video. Ook dat. Hij is gewoon stinkend rijk. Ja, leuk. En het ergste is toch, hij doet niet eens de dure kosten. Mr. Beast laat echt sets maken, maakt alles voor. Hij doet het gewoon met een greenscreen, met een strand op de achtergrond. En dan, we blijven 24 uur in een zwembadje zitten die ze halen bij de action. Bizar. De videoproductie kost nog niet €500 voor hun. Daarom vind ik wel Mr. Beast, dat is aan hem. Ik vind hem zo'n zieke grondlegger. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, wie is de sixth YouTuber Mr. Beast? Maar wat mij echt overtuigde dat deze gast echt fucking geniaal was, was dat hij op een gegeven moment vertelde in een podcast, denk ik een jaar geleden of zo, dat hij een hele kanaal in het Indonesisch, in het Russisch, in het Spaans ging laten dubben.
Ja. Dus leg maar voice-over laten inspreken. Ja. Ja, en dat hij ook gewoon van bekende acteurs uit die landen had aangenomen voor de voice-dub. Zodat hij ook in Rusland, waar miljoenen kijkers zitten, zijn video's kunnen gaan. En daar heeft hij nu ook, dat zegt hij ook van, ik maak geen enkele nieuwe content. Alles wordt gewoon overgedubt. Ik doe daar niks voor. Ja, klopt. Pakt hij denk ik ook met al die dingen bij elkaar meer dan 100 miljoen views per maand extra. Ja, ja, tegenwoordig is dat 250 miljoen views per maand. Dat is fucking bizar. MrBeast is ook mijn persoonlijke inspiratie. Ik vind gewoon alles wat hij doet, vind ik heel vet. Hele aardige gast. Echt, echt chill. Ja. Hij is trouwens echt fucking groot. Hij is 1,96 of zo. Echt? Ja. lijkt niet altijd zo, maar... Hij is echt een 1,80 guy. Nee, hij is echt, echt groot. En voor Amerika ben je dan echt een fucking reus. Ja, want in Amerika is de gemiddelde man 1,75 of zo. Ja, echt giant. Is ja, hij man. Qua karakter hetzelfde als op video? Nee. Hij is heel ondernemend en lekker rustig. Ja. Dus dat is wel heel chill. Ik heb daar nog wel wat filmpjes. Ik bedoel niet de Mr. Beast video's, maar soms wordt hij ook wel eens geïnterviewd, zoals met Joe Rogan en zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook nog steeds een stuk waar je daarin acteert. Hetzelfde als ik bijvoorbeeld net dat introotje deed. Ja. Is zeg maar, je weet wel hoe het moet. Je ziet ook van, ik doe 1, 2, 3 in mijn hoofd en ik lul het erin. Ja, dat kan hij ook. Ja. Maar het is wel van, luister, van de podcast, je moet het natuurlijk ook grappig maken. En soms ga je off scripts en soms ga je erbij. En laten we daar nog ook weer even verder over gaan. Ja. Want we hadden het net al over de iPhone dingen. Dus over dingen opzoeken. Mm-hmm. En nu hebben we het de hele tijd gehad over MrBeast. Ja. En daarin zit een heel groot verschil. Is dat zoekvideo's is search engine optimization. Voor de mensen die het niet weten in Nederland, zoekterm optimalisatie. Dus wat typ jij in op YouTube en wat krijg je te zien? Dus inderdaad, de basisvideo's van hoe verwis je een simkaart? Hoe doe jij een story posten? Hoe doe jij story veranderen? Hoe doe je regenboogtekst op de stories? Al dat soort dingen kan je gewoon een video van maken die onder een minuut is. Of misschien net 2 minuten. Alles kan je op YouTube gooien met een goede thumbnail. En geloof me, dit is echt underrated. Je kan dit, de eerste persoon die dit doet, voor 2 video's per dag, voor 365 dagen gefeliciteerd, je bent voor eeuwig binnen. Zo simpel als dat. Je verdient minimaal 10k per maand. Mm-hmm. Maar het is wel even dedication. Je doet 1 jaar lang goed en je bent voor de rest klaar. Ik heb mensen die het hebben gedaan in een jaar tijd. 15.000 of 25.000 per maand pakken ze ermee. Maar allemaal video's hebben gemaakt. En nogmaals, nog steeds cash cow, hè? Want ik hoef mijn gezicht niet te laten zien. Ik kan gewoon zo doen. Ik kan gewoon een pinnetje erin steken. Ik kan mijn simkaart eruit halen. Ik kan een verwisselingkantje laten zien. Zo simpel als dat. Alles kan gewoon als cash cow. Ja, je hebt daar een geniaal voorbeeld van. Ik weet iets van fietsenhandel Piet of zo. Een of andere gast uit Lutjebroek. Die al 10 jaar lang op YouTube video's maakt over hoe je fietsen maakt. Hoe plak je een band? Hoe vervang je een spaak? Ja. Al die dingen. Nou, die man die komt om in de business. Ja. Omdat iedereen dat intypt op YouTube denkt, nou, toch te veel gekut. Ik kan dit niet zelf. Weet je wat, ik bel die gozer even of die mijn fiets kan maken. Ja, nee, precies. En dan heb je ook een heel goed voorbeeld voor de Amerikaanse versie. Dan How Do I Dad? En dat is gewoon een vader die doet alles uitleggen van... Maar dan eigenlijk alsof hij tegen zijn kinderen praat. En dat is het mooie aan hem, waardoor je die engagement hebt. Is van, Dad, how do I shave? En dan gaat hij gewoon uitleggen van, hey, hoe doe je nou scheren? Ja. En dan gaan allemaal van dat soort video's. Ja, de hoe dingen die je vader nooit heeft geleerd. Ja, precies. Ja, daar gaat hij ook. Hij heeft letterlijk dus inderdaad ook een serie. En dat heet De Dingen Die Je Vader Niet Heeft Geleerd. En dat is inderdaad een autoverband. Is het zo'n donkere gast? Nee. Het is echt gewoon een dik Amerikaan. Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ik heb altijd het idee dat op Instagram en op TikTok... Bijvoorbeeld TikTok is nu vrij nieuw. Daar wordt heel snel binnen korte tijd heel veel dingen... Eigenlijk alle niches wordt zo als een soort van tentakels uitgeslagen. En eigenlijk binnen 1,5 jaar zijn alle niches voor het grootste deel gedekt. Originaliteit kom je niet veel meer tegen. Alles is gedaan. Ja. YouTube is al 10 jaar plus... Een platform waar iedereen eigenlijk wel bijna dagelijks gebruik van maakt. Ja. In meerdere of mindere mate. Ja. Maar hoe kan het dan toch dat er toch het aantal creators op YouTube, de originaliteit, al dit soort, naar mijn mening, eenvoudige inzichten, zo weinig voorkomen, maar dat wel de mediamarkt loopt te schreeuwen dat ze op TikTok aanwezig willen zijn. Of de Apples van de wereld. Dat ze de... Ja. Terwijl ik denk, joh, je mist al een heel stuk op YouTube wat veel diepgaander is. Want je hebt niet 30 seconden, maar je hebt 5 minuten. Ja. Veel meer waarde biedt. Waarom gebeurt dat niet op YouTube? Ik snap dat niet. En ik snap het ook niet. Maar het voordeel van TikTok is dat TikTok heel snel viral gaat. Mm-hmm. Dus echt expansioneel. Dus één video die goed gaat, die stom is. Bijvoorbeeld net zoals vroeger heb je van die video's dat ze een wafel neerzetten en dat die wafel valt. en alsnog 10 miljoen keer bekeken. Ja. Maar als je gewoon goede video's maakt van een iPhone. Weet je wat het ook is? Mensen kennen iPhone en zulke grote merken toch al. Dus ze willen alleen maar een audience hebben dat ze er zijn. Dat ze een release kunnen doen. Net zoals heel veel zangers. Justin Bieber doet het trouwens ook heel goed. En heet die gast nou altijd die altijd noten kan herkennen? Noten kan? Die,
die muziek heeft. Oh ja, Charlie Puth. Ja. Dus Charlie Puth heeft dat. En die kan gewoon telkens die noten herkennen. En hij doet dat nu telkens op TikTok. En dan gaat hij songs maken. En dan gaat hij iedere keer gratis 10 seconden releasen. En dan gaat hij eroverheen. Ja, gewoon 20 miljoen likes. En dan het laatste stukje waar ik nog voornamelijk over wil hebben. Is dus je hebt dan die search. Dus over die iPhone en dat soort dingen. Maar Mr. Beast is gewoon heel wide recommendations. Ja. Alle content wordt aangeraden, want je zoekt er niet op. Nee. Je gaat niet opzoeken van, ik heb mijn vriend zijn tuin gevuld met 100 miljoen orbies. Dat is iets wat je nooit intypt. Nee. Maar als je het te zien krijgt in vertoning, dan denk je van, wat de fuck heeft die gast gedaan? En dan ga je er toch op klikken. Ja. En dan kijk je het. En daar zit dat verschil dus tussen. Dus ik zeg altijd, een sweet spot moet zijn voor cash cow kanalen, is gewoon 80% gewoon echt uit vertoningen. Recommended. Dus recommended. En dan 20% uit search. Ja. Want het moet nog wel zoekbaar zijn. Dus dat betekent dat de ene wegvalt, dat je altijd nog de andere hebt die nog in ieder geval bestaat. Ja. En daarin zit dat dus ook met audience en verschillen, maar dan ga je heel diep in. Dat is wat wij met onze klanten denk ik ook wel veel doen, is enerzijds op meer trending onderwerpen, waar je ook op korte termijn meer een nieuw publiek kunt pakken. Ja. Maar eigenlijk qua zoektermen slaat het misschien nergens op. En is het over een half jaar al letterlijk niet eens meer relevant. Ja, precies. En aan de andere kant wil je bijvoorbeeld mensen iets uitleggen. Ja, en als je gewoon goed denkt, wij hebben een video gehad, hoe start je een brand? Ja. Weet niet hoe lang geleden, echt toen wij 100 abonnees hadden. En dat was de eerste video die richting de 6.000-7.000 views ging. Omdat er gewoon heel veel mensen waren die wouden weten, hoe start ik een brand? Ja, en dan komt alles uit zoekvolume. Exact. En dan komt niks uit recommendations. Nee, helemaal niks. Want er is bijna niemand die gerelateerde content aan als jullie maakt en die het op YouTube gooit. Dus je hebt bijna geen recommenders. Dus alles komt uit search. Afgelopen en 2 jaar. In de afgelopen 2 jaar. Ja? Gewoon dat er geen, of bijna misschien 1 of 2 video's bij zijn gekomen van andere mensen in Nederland die daar nog een video over maken. Ja, ja nou, het slaat toch nergens op. Gaat er, dan heb je dus ook een niche in een niche. Dus hierin kan je verder groeien. Ja. En op een gegeven moment heb je dan break deals. Dus dat er dan nog een pauze is en je hebt een reclame. Ja. Op het moment dat je gewoon vast een paar duizend kijkers hebt en je hebt gewoon goede producten die toeslaan op je audience. Bijvoorbeeld OneBlade, net zoals J1. Ja. Dat zijn geweldige producten zijn die je gewoon hierin in het midden kan promoten. En 5000 mensen die hier luisteren, luisteren alles. True. Dus dan is het veel meer waard. Mensen vergissen ook echt in die ad rates. Dus een story is zoveel anders als dat dit is. Zelfs met jullie alles 5000 views, wat kan je ervoor krijgen? 1000, 2000, misschien 3000 euro voor een branddeal? Makkelijk. Ik denk dat je zelfs richting de 3 gaat. Waarom? Het is niet heel moeilijk te verkopen, want ook al heb je maar 1% dat convert, wat meestal niet is het geval, is meestal al veel hoger. Mm. En je hebt 3000 kijkers, dat zijn 30 mensen die een product van 100 euro kopen. Ja. En dan ben je er alweer. En weet je wat het ook is? Mensen weten ook dat we geen bullshit verkopen. Ja. Al die fucking influencers met 100.000 volgers. Ja, die hebben de domste onzin verkocht. Terwijl wij... Ja, wij zijn hier niet voor dat. En mensen kunnen dat ook al 2 jaar lang horen. Elke week in een nieuwe aflevering. Precies. Dat we niet met bullshit zijn, zeg maar. Dus nee, dat daarom is super waardevol. Weet je, dat en daarom moet je dan inderdaad gewoon echt goede brands zoeken die je kunnen sponsoren. Exact. Zodat je dit gewoon fulltime kan doen. Als je bijvoorbeeld zo'n OneBlade hebt en je laat gewoon sponsoren. En je zegt van luister, ik teken een half jaar contract en je komt in iedere video. Ja. En we willen gewoon 18.000 euro hebben. Ja, hey. En nee, heb je. En ja, kan je krijgen. Zeker. Ja, we kunnen het wel een keer proberen. Dan moet ik die geitencirkel voor mij wel een beetje inkorten, denk ik, hoor. Want anders is het geen reclame voor OneBlade. Ik kan zeggen dat je de zijkantje doet. Oh ja. Ja, dus, dit zijn wel de gladde jongens hier. Die hoort niks. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, man. Ja, moet je iets gaan we sponsoren voor baardgroei, man. Ja. Baardgroei, ja. Dat zou ook een mooie zijn. Ja, dat heb ik nodig. Ik krijg bijna nooit een baard gegroeid. Ja, ik ook niet. Ja, dit stuk. Mijn beflapje. Ja, dat heb ik ook. Toevallig gisteren weer geschoren. Ja, ik stel tegen Jaro. Ik heb het echt gevoel, kijk, zijn kind lijkt nu groot. Maar het komt gewoon omdat er gewoon haar op zit. Ja, mijn kind lijkt nu in één keer een stuk kleiner sinds gisteren. Ja, dat is grappig hoe dat werkt. Je kind is pleiten. Je kind is pleiten, Loesu. Hey Wanne, we zijn echt alweer een uur en een kwartier bezig. Jezus. Zijn we bij de 5e stap aangekomen nou? We hebben 4 stappen gehad en 5 stappen is gewoon genieten van het geld. Wow, dat vind ik een hele steady stap. Zeker. Dat is dat daar hoop ik echt ook wel uit te komen. 5e stap is verticaal opschalen. Als je die stappen hebt uitgevoerd, is dan hieronder op de link in de beschrijving gaan klikken. En dan kun je nog meer informatie gaan vinden. Ja. Nou, stuur me gewoon even een DM'tje en dan houden we een gesprekje. Ik vind het fijn om in ieder geval te weten wie er wil beginnen. Waarom? Dus ik ben niet zo iemand van, hey luister, hier heb je het linkje en koop maar. Cool. Daar ben ik niet van. Stuur me gewoon lekker een DM. Houden we een praatje. Dan weet ik in ieder geval een beetje wie je bent, wat je doet. En dan ben ik heel benieuwd. Misschien kan ik je verder helpen, misschien niet. Dat lijkt me misschien ook ik denk wel. Niet. Iemand die een keertje nee kan zeggen tegen je. Ja, maar dat wil ik ook gewoon zien van luister, als je gewoon geen match bent of je hebt gewoon geen inkomen op een gegeven moment om video's te betalen, alsjeblieft, kom dan niet joinen. Ja, heel eerlijk. Hoeveel moet je ongeveer hebben aan startkapitaal? Dat is wel even een goede filter voor de meeste mensen.
Ja, en we hadden trouwens nog afgesproken, en dat is wel een hele leuke. Dus, want we hadden afgesproken, nu doen we vaak nog een giveaway of iets anders. Ja. Dan gaan we mijn cursus 3 keer weggeven. Cool. Voor de eerste 3 die een comment erop laten, want niemand zal weten dat Solaat in de video zit. Dus dat is heel mooi. Precies. Dus de eerste 3 die een comment achterlaten met hun Instagram. Dan ga ik gewoon een paar dagen later ga ik checken, dan stuur ik jullie een DM. En dan kunnen jullie dat even doorsturen. Lijkt me goed. En dan stuur ik ze een DM'tje en dan voeg ik ze toe. En dan dat is een extraatje. En voor de mensen die te laat zijn, die... jullie moeten kopen. Ja, nee, maar stuur me gewoon een demmetje, houden gewoon lekker een chill gesprek. En precies. Dan kijk ik gewoon of het matches of niet. Ja man, dus stap 1 tot met 5, voer die shit uit. Doe je het niet, dan moet niet je... Niet kopen alsjeblieft. Nee, moet je ook niet stoer gaan doen als het allemaal niet lukt. Nee, daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Luister, als je het wil kopen om te kopen, ja bedankt voor je geld. Maar ik heb liever dat mensen er gewoon wat mee doen. En ik vind het gewoon leuk om mensen gewoon te zien dat ze gewoon volledige baan, dat ze de baan kunnen opzeggen. Gewoon 1000 euro's kunnen verdienen, ja. En mocht je nou het geld nog niet hebben, zou ik ook zeggen, begin gewoon met dat shorts verhaal. Ja, precies. Dat is 15 zo in de maand. Iedereen, al ben je 12 jaar, 15 in de maand verdien je gewoon door in de APF te strijden. En je hoeft toch niet hard te werken, want je kan iemand voor aannemen. Ja. Ga dat dan doen. Ja, dan laat je ook zien dat je het echt wil. Ga je dat eerst succes behalen en dan kan je ook zonder budget. Exact. Ja man, precies. En dat dan is het ook niet moeilijk. Belangrijk. Want ook al moet je dan meer gaan betalen voor video's. En ook al doe je maar 1 video per week, maar je hebt wel een groot shorts kanaal. Gaat dat uiteindelijk alsnog lopen. Het duurt misschien wel langer, maar dan heb je het wel. 100%. En even denken, dan hebben we dat allemaal gehad. Dus even een hele korte samenvatting van alles, als jullie dat goed vinden nog. Dat lijkt me heel goed idee. Ja, allereerst, shorts kanaal. Goede niche voor zoeken. Het liefst een niche in een niche. Dan als tweede, je echte cash cow beginnen. Goed team vinden. Je video's gaan optimaliseren. Heb je video's geoptimaliseerd, is het publiceren. Je shorts kanaal gebruiken om je video's te publiceren. Heb je alle video's goed? Dan is het gewoon wachten. Duurt het langer dan 33 video's? Lukt het niet? Jammer. Door naar het volgende kanaal. En dat is het eigenlijk wel. Ja. Zo simpel als dat. Geen emotie. Kill your darlings. Ja. Dat was het voor deze week. Ja. Afsluiten. Het lijkt me heel erg goed. Dan zeggen we altijd nog 1 ding. Volkgoeroes. Wij zijn lotgenoten. Wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Wanner, bedankt voor je tijd. En tjus. Tjus.